Weg van Wenen. Een hoorspel in 4 delen, geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag deel 1. Beeldschoon. Absoluut beeldschoon. U zei, meneer? Onze nieuwe koekoek, Max. Beeldschoon stuk. Een schoonheid. Een koekoek, meneer Winter? Ja, dat schilderij. Geschilderd door de schilder Koekoek. Oh, ja, bedoelt u dat? Kan ik nog iets voor u doen, meneer? Ja, geef mij de nieuwe catalogus van Sotheby's aan. Waar, meneer? Daar zo, op de secretaire. Oh. U bedoelt dit boekwerkje, meneer? Juist, dankjewel, Max, dankjewel. Waar stond dat nou ook alweer? Kan ik nu gaan, meneer? Ja. Meneer... Ja, wat sta je daar te zeuren, Max? Wat is er nou? Ik vroeg me af welke smoking u wilde nemen. Uw zwarte of uw nachtblauwe? Ach, maakt dat wat uit. Neem ze allebei maar mee. De mode in Londen schrijft voor dit seizoen de kleuren nachtblauw, agaat groen en amethyst grijs voor, meneer. Oh ja, dat is interessant. Heb jij wel eens een grijs amethyst gezien, Max? Nee, dat niet, meneer. Maar de modebladen zullen... Doe jij nou maar wat jou het beste lijkt en stoor me niet langer, zeg. Ik heb nog genoeg te doen. Oh, uitstekend, meneer. Wat ik nog wilde vragen... Ja, Max, wat wilde je me nog vragen? Als wij morgen in Londen aangekomen zijn... Ja. Moet ik dan maatregelen gaan treffen voor onze eerste ontvangst? U begrijpt, met de reservering van de zaal in Hilton is altijd enige tijd gemoeid. En bovendien wilde ik u nog vragen welke andere plannen voor ontvangsten u hebt. Max, je begint me te vervelen, hoor. Ik heb in Londen meer dan genoeg te doen. Te veel om ook nog bezig druk te maken over feestjes. Die veiling bij Sotheby's begint overmorgen vroeg... En voor die tijd moet ik nog heel wat regelen. Nou, laten we nou afspreken dat jij een ontvangst organiseert en niet meer. Dat soort zaken begint me knap te vervelen, hoor. Bovendien kost het nog waanzinnig veel geld ook. Goed, meneer, zoals u wilt. Ik wist overigens niet dat wij geldzorgen hadden. De prijzen van schilderijen zijn nooit zo hoog geweest als juist tegenwoordig. Wat? Ik geloof dat ik hem echt op zijn teentjes heb getrapt. Nou ja, dat komt ook alweer in orde. Kijken, waar stond het ook alweer? Nee, die is het niet. En deze ook niet. Juist, ja, hier heb ik hem. Schelfhout, zeelandschap, bezit van de graaf. De burggraaf, wacht even, de burggraaf van Ogden. Afmetingen 30 bij 40, gesigneerd. Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat opbrengen, zeg. Dat zal heel wat zijn. Die oude burggraaf is kennelijk door zijn centjes heen. Anders zou hij nooit afstand doen... Van zoiets moois. Ja, binnen. Huh? Een dame voor u, meneer Winter. Je meent het, hoe heet ze? Mevrouw Kruisen. Hulde, laat haar binnen, Max. Wilt u binnenkomen, mevrouw? Graag. Ach, Hulde, wat een verrassing. Kom binnen. Dag, Axel. Ga toch zitten. Ja, dank je. Wil je een drankje? Oh, graag. Sherry, port, whisky misschien? Sherry, graag. Max, een sherry voor mevrouw Kruis en van mij een whisky. Goed, meneer. Oh, Axel, ik was zo bang je niet thuis te treffen. Nou, dat heeft ook maar heel weinig geschild. Want morgen vertrek ik voor een paar weken naar Londen... in verband met een paar prachtige veilingen. Oh, romantische schilderijen? Ah, natuurlijk. Wat is er heerlijker dan een goed romantisch schilderij? Ach, je bent een dromer, Axel. Nou, misschien wel, maar dan toch wel een zakelijke dromer. Uw sherry, mevrouw. Ah, dank je. Uw whisky, meneer. Dank je wel. Kan ik verder nog iets voor u doen? Nee, dank je, Max. Nee, als ik je nodig heb, dan bel ik je wel. Goed, meneer. Zo, proost, Hilda. Op je gezondheid. Proost. Nou, vertel dan maar eens waar ik het genoegen van jouw bezoek aan te danken heb. Ja, Ja, het is moeilijk. God, Axel, ik ben zo bang. Maar kindje, Hilda, wat is er nou? Kom, rustig nou maar. Hier, drink nog wat. Je moet je niet zo opwinden. Vertel me alles maar.
Sorry. Het spijt me zo. Ik heb de hele dag niet geslapen. Ik heb de hele dag lopen piekeren wat ik kon doen. Het zal me zo plotseling. Ik ben zo bang. Rustig. Vertel het me maar vanaf het begin. Kom maar. Vertel maar. Je weet dat Tom een maand geleden naar Wenen vertrokken is. Ja, hij zou iets gaan kopen. Hè? Ja, hij had opdracht gekregen om een miniatuur van Holbein te kopen. Oh, dat had hij me niet verteld. Nee, dat heeft hij niemand verteld. Alleen de opdrachtgever, de verkoper en wij tweeën wisten ervan. Toen hij vertrok, zei hij nog dat hij binnen een dag of 10 terug zou zijn. Ja, natuurlijk rekende ik erop dat het wel eens wat langer zou kunnen duren. Mm-hmm. Want je weet hoe zulke transacties kunnen uitlopen. Ja. Toen ik na 2 weken nog niks gehoord had, vond ik dat wel vreemd, maar nog niet verontrustend. Je weet hoe Tom is. Als hij met een schilderijenzaak bezig is, bestaat er voor hem niks anders meer op de wereld. Mm-hmm. Maar na 3 weken begon ik me gewoon ongerust te worden. Ik belde Hotel Zacher in Wenen, want daar woont Tom altijd als hij in Wenen moet zijn. En toen hoorde ik tot mijn stomme verbazing dat hij al 2 weken geleden vertrokken was. Zonder een nader adres op te geven. Ik wist toen echt niet meer waar ik het zoeken moest. Gisterochtend kreeg ik opeens een brief. Een brief? Ja. Hier, lees maar. Ja. Geachte mevrouw Kruisen, wanneer u uw prijs opstelt uw man gezond en wel terug te zien, raden wij u aan voorlopig geen pogingen meer te doen achter zijn verblijfplaats te komen. Wanneer u de politie zou willen waarschuwen, bedenk dan dat dit zal resulteren in de dood van uw man. Hoogachtend, uw vrienden. Dat ligt er niet om. Ik kan me voorstellen dat je niet hebt kunnen slapen. En hoe kan ik je helpen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik geloof dat ik je alleen maar om raad wil vragen. Wat moet ik doen, Axel? Ik kan toch niet zomaar zitten afwachten? Ik moet nog iets doen. Toch de politie? Nee. In godsnaam niet. Maar wat dan? Denk je dat dat iets met die Holbein te maken heeft? Ja, misschien. Het is natuurlijk mogelijk. Alles is mogelijk, hoor. Oh, Axel, ik geloof dat ik gek aan het worden ben. Ik gedraag me als een hysterica. Nee, wat allemaal niet wegneemt dat we iets moeten doen. Hè? Ik vraag me af... Wat? Ik vraag me af of het zin zou hebben als ik naar Wenen ga. Jij naar Wenen? Maar Londen dan? Londen kan ik regelen via een relatie. Het gaat met de slotte maar om een schilderij. En Tom is een van mijn beste vrienden. En ik kan toch niet toelaten echt, dat... Axel, dat wil ik niet van je vragen. Dat hoef je ook niet van me te vragen. Ik ga gewoon. En ik ga niet alleen. Ik neem Bob Manser mee voor het geval dat. Hilda, luister. Vertel me alle kleinigheden die je maar kunt herinneren. Waar had Tom meestal in Wenen? Wie zocht hij op? Had hij daar vrienden? Enzovoort. Ja, meneer. Mijn naam is Winter. Ik heb een suite gereserveerd en een kamer met bad voor mijn assistent. Winter? Ja. Uit Nederland? Juist, inderdaad. Ja, hier heb ik uw reservering. Een suite en een kamer met bad. Wilt u dit even invullen, meneer? Ja. U ook, meneer... Manser, Bob Manser. Dit hier? Ja. Dan gaat er weer de verrekte geschrijf. Ja, dat gaat het. Uw sleutel? Kamer 27, tweede etage. Ja, bedankt. En u heeft suite nummer 6, meneer Winter. Juist. De kamer van de heer Manser bevindt zich tegenover uw suite. Zal ik de boel even naar boven brengen? Nou, het lijkt me toch wel als er iemand voor hebben, niet? Oh, ik zal er wel voor zorgen, meneer. Ga in elk geval de zaak boven even bekijken. Ja, zeg. Ik ga intussen een plattegrond van Wenen kopen. Tot straks. Ja, tot straks. Ach, ik had nog een vraagje aan u. Ja, meneer. Kunt u mij misschien helpen aan een uitgebreide plattegrond van Wenen? Zeker, meneer. Deze hier. De meest volledige die we hebben. Oh, juist. Dank u wel. Dat is dan 100 shilling, meneer. Alsjeblieft. Oh, dank u wel, meneer. Oh, dat spijt me. Neem me alsjeblieft niet kwalijk, hoor. Oh, nee, het was mijn schuld. Ik keek niet uit. Nee, wacht. Ik zal u even helpen. Ach, doe ze toch geen moeite? Ja, nee, helemaal geen moeite. Helemaal geen moeite. Helemaal niet. Oh, wacht hier. Kijk. Zo, dat dank is... Dank u wel. Alles geloof ik, hè? Ja. Nee, ik heb hier nog iets. Ik heb hier nog iets gevonden. Kijk eens even. Hier. Een gouden roebel. Oh, oud en heel waardevol, zou ik zo zeggen. Oh, de hemel zij dank dat ik die niet verloren heb. Een herinnering. Bent u soms Russisch? Ja,
Dat wil zeggen, niet meer. Mijn ouders waren Wit-Russen. Aha, gevlucht naar ik aanneem, lang, lang geleden. Ja, gelukkig wel. Ik heb de Franse nationaliteit. Ik ben Nederlander. Mag ik me even voorstellen? Winter is de naam. Axel Winter. Irene Toegoff. Mag ik u een drankje aanbieden? Nou... Tegen de schrik. In de bar. Ze serveren hier en zagen niet alleen hun voortreffelijke taart, maar ook uitstekende martini. Nou, graag. Dat wil zeggen, ik zou mijn broer in de bar ontmoeten. Och, maar dat kunt u toch net zo goed in mijn gezelschap doen? Het zal me genoegen zijn uw broer te leren kennen. Als hij even charmant is als u. Nog een drankje? Nee, eigenlijk niet. Twee is al een beetje veel voor mij. U verdraagt het anders met de nodige charme. Oh, daar komt Igor. Het spijt me dat ik je heb laten wachten, Irene. Oh. Uw zuster en ik waren betrokken bij een klein ongeluk. We botsten tegen elkaar op in de lobby. En bij wijze van zoenoffer heb ik uw zuster in de bar gezelschap gehouden. Niet dat het een groot offer mijnerzijds was, hoor. Integendeel. Ja, dat is erg vriendelijk van u, meneer. Winter, Axel Winter. Prins Igor Toegoff, om te dienen. Mag ik u iets aanbieden? Dat is erg vriendelijk van u, maar we zijn al te laat voor een afspraak, Irene. Ja, jij kom. Ach, misschien vindt u het brutaal voor mij, maar... Dan zou ik u beiden misschien morgen uitnodigen om vanavond met mij te dineren. Mijn eerste avond in Wenen zal dan ongetwijfeld onvergetelijk worden. Ik heb helaas een afspraak, maar mijn zuster... Juffrouw Toegoff, of moet ik prinses zeggen? Nee hoor. Ja, graag. Ik bedoel uw uitnodiging. Schitterend. Zullen we zeggen om 8:30 hier in de lobby of wilt u dat ik u afhaal? Nee hoor, dat is niet nodig. 8:30. Nee, het is me allemaal een beetje al te toevallig, Bob. Wat bedoel je? Nou, stel je nou eens voor. Je botst tegen een beeldschone dame op. Maakt je excuses. Nodigt er vervolgens uit voor een drankje. En je probeert een afspraakje te passeren. Wat gebeurt er nou in 9 van de 10 gevallen? Je vangt bot. In dit geval kennelijk niet. Wat is daarvoor vreemd aan? Nou, vreemd is als ik die mooie broers en zuster een teken zie geven om de uitnodiging aan te nemen. In het begin heb ik gedacht dat ik me vergiste. Maar toen ik later nog eens goed over had nagedacht, wist ik heel zeker dat ik het goed had gezien. Oh. Ja, inderdaad, ja, oh. Maar, zou dat iets te maken hebben met Ton Kruisen? Ik weet het niet, nee. Alles is mogelijk. Kijk eens, Bob, die holbein die Ton Kruisen hier in Wenen zou kopen, is ongelooflijk kostbaar. Ja. Als er nou eens kapers op de maar, kust... Maar, nee, maar in de schilderijenhandel maakt men over het algemeen toch geen gebruik van gewelddadige methodes. Nee, toegegeven, over het algemeen niet. Maar nee. Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. En... Ik heb zo'n gevoel dat deze zaak één van die uitzonderingen aan het worden is. Die charmante ontmoeting... Een doorgestoken kaart, denk je? Ja, maar dat zou dan betekenen dat zij, wie die zij dan ook wezen mogen... al van tevoren op de hoogte waren van je komst. Uitstekend gereduceerd, bewaarde Watson. Ja, maar hoe kan dat dan? Ach, zo moeilijk is het ook wel niet. Kijk, wanneer het om handelaren gaat... Hè, die zulke kostbare stukken als een holbein onder hun hoede nemen... ligt er toch voor de hand de beste hotels van de stad in de gaten te houden. Een handelaar die een schilderij van 500.000 gaat kopen... logeert er meestal niet in een achterafhotelletje. Nee, dat is waar. Wanneer we inderdaad te maken hebben met een georganiseerde band... dan kan ik me voorstellen dat ook een receptionist van Hotel Zacher... niet ongenegen is tegen een behoorlijke betaling door te geven... dat er weer een Nederlandse kunsthandelaar wordt verwacht. En dan is het toch maar een klein kunstje om erachter te komen... dat de bewuste handelaar en de verdwenen holbeinkenner vrienden zijn. En dan... Dan zijn de mooie Russen aan zet. Française... Ja, Française verrustin, het maakt niks uit. Wat ben je van plan? Kun jij je iets prettigers voorstellen dan... met een uiterst charmante Russische Française... een bijzonder smakelijke maaltijd te nuttigen... overgoten door een aantal exquise wijnen... om dan vervolgens... Nou, maar dan... je hoeft toch niet al mijn geheimen te kennen, zeg. Ik vind het toch al veel te veel. Als het interessant begint te worden, hou jij altijd je mond? Ja. Nou ja. Wat wordt er nou van mij verwacht? Nou, kijk, ik heb hier een aantal adressen... waar Ton Kruisen zich, wanneer hij in Wenen was, min of meer regelmatig liet zien. Dan wil ik dat jij vanavond langs al die adressen gaat... en probeert erachter te komen of iemand iets meer weet over zijn verblijfplaats. Jongen, flinke klus. Flinke klus, inderdaad. Je moet tenslotte wat doen voor het vorstelijke salaris dat ik je betaal. Nou, als deze zaak afgelopen is, dan kom ik beslist over salarisverhoging praten. Ja, nou, vraag is dat vrij. Zullen we nu maar eens ophouden met dat meneer en juffrouw? Ik heet Irene. Mm-hmm. Zo'n naam die bij je past. Ik heet Axel. Wat voor wijn wil je drinken? Hoe, dat laat ik graag aan jou over. Schilderijenkenners zijn over het algemeen levensgenieters. En dus wijnkenners. Hoe weet je dat ik een schilderij handel? Oh,
Nou, je denkt toch zeker niet dat ik zomaar met een wild vreemde ga eten? Nadat jij me had uitgenodigd, ben ik even met de portier gaan praten om erachter te komen wie toch die aardige Hollandse heer was. Je hebt er geen idee van hoeveel wijsheid portiers onder hun indrukwekkende petten verborgen houden. Laten we nou eens aannemen dat de informatie niet zo gunstig voor mij was uitgevallen. Dan zou er een heel vriendelijk, maar uiterst koel en afwijzend briefje op je suite bezorgd zijn. Irene, ik zal willen drinken op je verstand, je charme en je schoonheid. Neemt u me niet kwalijk dat ik zo laat nog stoor, maar ik meen begrepen te hebben dat u een zekere Tom Kruijsen kent. Ja, en? Heeft u hem de laatste tijd nog gezien? Nee. En u weet ook niet waar hij op het ogenblik is? Thuis natuurlijk in Amsterdam. Oh, nou ja, in dat geval, dank u wel. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ben jij van plan me dronken te voeren, Axel? Als jij eens wist wat ik allemaal van plan ben. Kom, laat me je glas nog eens bijvullen. Nee, kan hem aan hoor. Mijn broer heeft me gewaarschuwd voor overijverige Hollanders. Ben jij een overijverige Hollander, Axel? Misschien wel. De toekomst zal het uitwijzen. Overigens, jouw broer, de prins, is die titel echt? Zowel mijn vader als mijn moeder zijn heel jong uit Rusland weggegaan tijdens de revolutie. Jaren later ontmoeten ze elkaar in Parijs en zijn daar getrouwd. Heel gunstig voor de dynastie. Die titel kan soms heel gemakkelijk zijn. Op uw vorstelijke schoonheid. Het spijt me dat ik u zo laat nog stoor, maar als ik goed ben ingelicht, dan bent u een kennis van de heer Kruijsen uit Amsterdam. Dat klopt. Weet u soms waar hij op het ogenblik is? Nee, hoe zou ik dat moeten weten? Thuis, denk ik, in Amsterdam of op reis. Oh, nou, dan spijt het me dat ik u heb gestoord. Goedenavond. Goedenavond. Wat doet je broer eigenlijk? Mijn broer? Mm-hmm. Hoe van alles. Op het ogenblik is hij secretaris van een miljonair. Zo, dat is interessant. En jij? Ach, Axel, ik loop in het kielzog van mijn geliefde broer. Hij weet altijd aan geld te komen. Zich goed te laten betalen voor heel weinig werk. En aangezien ik gek ben op mooie dingen... Blijf jij bij hem in de buurt. Mm-hmm. Mooie dingen, zei je? Schilderijen? Schilderijen en sieraden. En mooie mannen. Neemt u me niet kwalijk dat ik u stoor? Wat kan ik voor u doen? Kent u een zekere Tom Kruijsen? Wie bent u? Mijn naam is Bob Panzer. Mijn werkgever, de heer Winter, is op zoek naar meneer Kruijsen. Dat is een vriend. Kunt u zich legitimeren? Ja. Wachtmond. Paspoort. Alsjeblieft. Mm-hmm. Ja. Komt u binnen. Graag. Ja. Mm-hmm. Wat denk je aan? Als je dat dus wist, lieve Axel. Denk jij misschien aan hetzelfde als ik? Misschien. Misschien. Weet je, Irene? Mm-hmm. Ik hou ook van mooie dingen. Schilderijen. Sieraden. Mooie vrouwen. Gaat u zitten, meneer Mansen. Dank u. U zult wel verbaasd zijn dat ik u zo laat nog binnenlaat, maar nood breekt wet. Hoe bedoelt u dat? Precies zoals ik het zeg. Als ik u goed begrijp, Tom Kruijsen is in gevaar. Ja, in levensgevaar. De heer Winter en ik zijn naar Wenen gekomen om hem te helpen, juffrouw. Mijn naam doet er niet toe. Hoe minder ik in deze hele zaak betrokken word, hoe beter. Als u me nou vertelt waar ik Kruijsen kan vinden, dan is voor u de hele zaak afgedaan. Hoe kan ik weten of ik u kan vertrouwen? Dan komt u wel een beetje laat mee. Hè? Als ik aan de verkeerde kant zou staan, dan zouden er heel eenvoudige middelen zijn om u aan het praten te krijgen. Daar vergist u zich in. Maar aangezien ik aan de goede kant sta, en dat neemt u ook aan, want anders had u mij niet binnen gelaten, zijn we er allemaal bij gebaat dat deze zaak zo snel mogelijk afgewikkeld wordt. U heeft gelijk. Ik zal u vertrouwen. Wat weet u eigenlijk van Tom Kruijsen af? Oh, niet veel. Hij is een goede vriend van mijn baas. Hij is een goede kunsthandelaar die zich in de loop der tijd heeft gespecialiseerd op heel bijzondere stukken. Dat is eigenlijk alles.
U weet dus niet dat die hele schilderijenhandel eigenlijk maar een dekmantel is? Dekmantel? Mm-hmm. Maar waarvoor dan? Kunt u dat niet raden? Nee. Of... U bedoelt toch niet dat hij een geheim agent is of zo? Wat is daar voor lachwekkend aan? Oh, nee, sorry. Ik stelde met verbaasde gezicht van mijn baas voor. Een van zijn beste vrienden, een geheim agent. Hij zal als een persoonlijke belediging opvatten dat hij daar niks van wist. Tom Kruijsen heeft mij een aantal jaren geleden het leven gered. Tijdens de opstand in Tsjechoslowakije werkte ik voor een ondergrondse beweging die volledige autonomie van ons land wilde. We vochten voor een vrij Tsjechoslowakije, vrij van Rusland. Bijna al mijn vrienden zijn gepakt. Gemarteld, vermoord. Ik kon ontsnappen omdat Tom zijn leven voor me waagde. En ik was niet eens belangrijk. Waarschijnlijk is hij nu naar mij toegekomen omdat hij wist dat ik hem nog een schuld te betalen had. Hij is dus hier? Nee. Maar hij is hier wel in de buurt. Wat heeft het met die miniatuur van Holbein dan te maken? Eigenlijk niets. Toevallige bijkomstigheid. Maar wel een kostbare. Tom is in het bezit van een lijst van alle ondergrondse verzetstrijders in Tsjechoslowakije. Niet alleen die mensen die openlijk als dissident naar voren gekomen zijn, maar ook van die mensen die zich bezighouden met het verzamelen van inlichtingen, het plegen van sabotage. Onze vijanden zitten achter die lijst aan. Als die hebben, dan kan het verzet in één klap uitgeroeid worden. En tegelijkertijd kunnen dan de dissidenten nog harder aangepakt worden. Leuke gedachte. Maar wie zijn die vijanden dan? De Russen, KGB, MVD? Nee. Een klein groepje beroepsspionnen. Die hun waren aan de meest biedende verkopen. Of opdrachten aannemen om iemand uit te schakelen. Ja, voor heel veel geld natuurlijk. Ze beschikken over de modernste hulpmiddelen. En geld is geen enkel bezwaar. Ze kopen wie en wat ze willen. Moorden en martelen, als het er zo uitkomt. Kent u ze? Nee. Maar ze zijn overal. Tom was in hun handen gevallen. Ze hebben hem gemarteld. Maar hij wist te ontsnappen. En toen is hij naar mij toegekomen. Ik heb hem zo goed mogelijk verbonden. En daarna naar een veilige plaats gebracht. Waar? Hier. Je bent geraakt. Stil maar. Ik zal hulp voor je halen. Geef niet meer. Te laat. Waar vind ik Kruijsen? Ernte. Ernte. Gasse. 24. Ernte Gasse 24? Ja. Ik zal een dokter bellen, de politie. Nee, geen politie. Te laat. Tom. Dood. Smerige schofte. Vuile, smerige schofte. Kom nou. 6. Doe dan. Hotel Sager, goedenavond. Ja, suite 6 alsjeblieft. Ik geloof niet dat ik u om deze tijd nog kan... Ja, man, zeur nou niet. Ik ben assistent van de heer Winter. Ik moet hem dringend spreken. Oh, suite 6. In dat geval één momentje gaan. Ja, natuurlijk. Ga maar. Waar ben je? Kan ik over de telefoon niet zeggen. Goed, kom maar aan. Waar spreken we af? Aan de voorkant van de Stefansdom. Uitstekend, ja. Ja, en nog wat? Ja? Als je nou een kaart van Wenen hebt, neem die dan mee. Ja, och, over 10 minuten ben ik bij je. Ja. Wie was dat? Om midden in de nacht? Niks bijzonders. Even weg, hoor. Oh, nee, ja. Kom nou weer in bed, hè? Ik kan best op morgen wachten. Zeg maar een lief meisje, ga slapen, hè? Over een uurtje ben ik weer terug. Oh,
Beloof je me dat? Ja, met de hand op mijn hart. Ik vertrouw je niet. God, ik heb me dat toch al zo lang. Eén avond. Je weet dat ik altijd mijn beloftes houd. Hè? Ja, ja, dat is waar. Oh, goed, liefje. Hè? Tot straks. Met mij. En? Over 10 minuten zijn ze voor de Stefansdom. Uitstekend werk, bedankt. Axel! Ja, Axel, hier! Wat heeft het allemaal te betekenen? Zeg, ik zal het uitleggen. Heb je de kaart? Ja, hier. Maar waarom? Ik heb Tom Kruijsen gevonden. Wat? Of liever, ik weet waar hij zich verborgen houdt. Zwaar gewond. Allemachtig. Hoe ben je daarachter gekomen? Ja, vertel ik je nog wel. Kijk eens, hier, hertenkassen. Hier zit hij. Hertenkassen. Ja. Verdomme, wat is dat? Haak dat je wegkomt! Redden! U hebt geluisterd naar het eerste deel van Weg van Wenen, een hoorspel in 4 delen geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling: Axel Winter, Jan Borkus, Bob Manser, Hans Veerman, Max Labes, Frans Somers, Hilda Kruisen, Barbara Hofman, Igor Toeghoff, Hans Karstenbar, Irene Toeghoff, Marijke Merkens, portier Willy Ruys, vrouwenstem Joke van den Berg, jonge vrouw Els Buitendijk, technische realisatie Teun Lammes en Léon Dubois. De regie had Hero Müller. Weg van Wenen. Een hoorspel in 4 delen, geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Müller. Vandaag deel 2. Axel! Ja, Axel, hier! Wat heeft het allemaal te betekenen? Zeg, ik zal het maar uitleggen. Heb je de kaart? Ja, hier. Maar waarom? Ik heb Tom Kruijsen gevonden. Wat? Of liever, ik weet waar hij zich verborgen houdt. Zwaar gewond. Allemachtig. Hoe ben je daarachter gekomen? Ja, vertel ik je nog wel. Kijk eens, hier, hertenkassen. Hier zit hij. Hertenkassen. Ja. Verdomme, wat is dat? Haak dat je wegkomt! Redden! Mijn god, dat was op een nippertje. Dat partiek in. Kom. Ja. Ik geloof dat ze verdwenen zijn. Ja, kom. Zeker. Ja. Zo. We hebben geluk gehad. Ja. Alleen begrijp ik niet waarom wij je doelwit waren. En van wie? Nou, ik denk wel dat ik daar een antwoord op weet. Oh ja? Op een van die adressen die jij me gegeven hebt, woonde een jonge vrouw. Die zei door Tom Kruijsen gered te zijn. Gered? Door Tom? Ja. Hij schijnt niet die brave kunsthandelaar te zijn geweest. Waarvoor hij zich altijd uitgegeven heeft. Hoe bedoel je dat nou precies? Kijk, volgens die vrouw was Kruijsen een geheim agent. Geheim agent? Ja. Die samenwerkte met het verzet in Tsjechoslowakije. Hij heeft haar het land uitgebracht toen ze op het punt stond gearresteerd te worden. Hé, wacht eens even. Zeg nou. Nou beginnen er dingen duidelijk te worden. En die vrouw heeft jou dat er is van Tom gegeven. Ja. Ze vertelde dat hij gewond bij haar aankwam. Ze heeft hem verzorgd en hem een onderduikadres verschaft. Oh, ja. Maar op het moment dat ze me het adres wilde geven, toen werd ze neergeschoten. Door een schot uit het raam. Oh, God. En ja, ze stierf bijna onmiddellijk. Natuurlijk. Maar voordat ze stierf, heeft ze nog wel het adres gegeven. Een heel dappere vrouw. Weten ze? Wou ze hem niet zeggen. Dat is misschien maar beter ook. Ja, en waar houdt Tom zich nou verborgen? Dat is nou die Ernte Kassen 24. Ja, maar nou die aanslag van Annette, hè? Want zo mag je toch een salvo uit een machinegeweer wel noemen, niet? Nou, volgens mij hebben ze die moordenaars gewoon buiten staan wachten. En ze zagen mij naar buiten gaan. Ze schoten door het raam op die vrouw. En wachten mij op. En ze hebben me toen gevolgd. En wie zijn dat die zij volgens jou?
Kijk, volgens die vrouw, een groepje spionnen dat achter een lijst met namen van Tsjechische verzetstrijders aan zit. Uh-huh. En die lijst... Ja? En die lijst is in het bezit van jouw vriend. Oh, dat was machtig nogal toe. Die zak begint nou knap link te worden, weet je dat? Nou, ik kan ook niet zeggen dat ik me heel lekker voel. Het wordt tijd dat je mijn gevarengeld gaat betalen. Ja, goed, daar zullen we thuis wel over praten, hè? Ja, als we nog thuis zijn. Ach, toch niet zo somber, niet zo somber, Bob. Laten we eerst eens proberen die erntekassen te vinden. En Tom. Ja, sorry baas, maar die kilo's waren zo snel. Je hebt gefaald. Ja, maar ik kan ze misschien toch even in het hotel nog even te pakken. Nee, onder geen voorwaarden. We zullen iets anders moeten bedenken. Je bedenkt maar wat als ik mijn poema krijg. Als jij je werk goed doet, word je betaald. En fouten moeten ook betaald worden. Hoe bedoel je dat? Hé, wat ben je van plan met dat pistool? Wat moet dat met een pistool? U gaat op... U gaat kijken als een... Stap daar bij de hoek, Janos. Zo. Van hem zullen we geen last meer hebben. Naar het hotel, Janos. Hier is het. 24. Het ziet er nogal onbewoond uit, hè? Ja, maar ik neem ook niet aan dat Tom zijn aanwezigheid bekend wil maken. Kun jij die deur openmaken? Nou, er is geen deur, we krijgen hem open. Even kijken. Oh nee, die past niet, dus ik zo wel. Probeer die dan. Proberen. Nee, ook niet. Dan is nog een mooie. Nee, ook niet. Die ronde, dat die ronde. Nee, wacht maar. Schiet het toch een beetje op. Ja, nou, ik word er nog gepakt voor inbraak, zeg. Ja, niet helemaal onterecht. Deze. Ja, wat heb ik je gezegd? Kijk eens. Ah. Open. Zag eens. Dan geen licht maken. Deur. De voorkamer waarschijnlijk. Voorzichtig. Kijk heus wel uit. Stikdonker. Ah. Tom? Tom, ik ben het. Axel. Stop de licht. Axel Winter, ja, nee. Tom? Tom Kruisen? Hier is niemand. Nee, maar als hij zich hier in huis verborgen houdt, dan is hij of ergens boven... Of in de kelder. Laten we niet eens maar eventjes naar boven gaan. Maar laat voorzichtig zijn. Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat Tom een beetje zenuwachtig is. En een schot in het donker is geen prettige gewaarwording. Oké. Okay. Als die trap nou maar niet zo kraakt, hè. Nee, we moeten er maar op wagen. Ja, goed, wacht maar. Voorzichtig. Nou, toch, godsnaam. Verrek die rottrap. Stil. Stil. Nee, alles is stil. Kom op. Een paar treden nog. Ja. Ik kan ook geen bar zien. Stop nou maar gewoon. Doe, rechtuit, ja, rechtuit. Ja, maar kop tegen de muur zeker. Ah, hier is een deur. Kijk eens of die open kan. Ja. Ja, hier is de deur, klopt. Ga eens een beetje opzij. Je mag dat nooit weten. Wacht nou even. Ja. Pas op, dan maak ik de deur open. Zo. Handen omhoog. Of... Tom? Tom Kruisen? Ik ben het, Axel Winter. Axel? Dat bestaat niet. Je bent een bedrieg. Bob, probeer eens een licht op te vinden. Ja. Hier, heb eens. Nee. Licht aan, Bob. Oké. Okay. Allemachtig. Tom, wat is er gebeurd? Axel. Je bent het echt. Ik dacht, wat is er gebeurd? Hoe krijg ik je hier ooit vandaan? Het heeft geen zin meer. Wachten op Elena. Wie is dat? Dat is die Tsjechische vrouw waarschijnlijk. Zij heeft mij geholpen. Zou nog komen. Nee, zij heeft ons dit adres gegeven. Waarom niet zelf? Ze is dood. Dood, ja. Rustig. Mijn schuld. Rustig, jongen. Rustig. Ach. Bob, probeer een telefoon te vinden en bel een godsnaam een ambulance. Ja, oké. Dat heeft geen zin meer. Moet je vertellen. Een miniatuur. Holbein. Een miniatuur. Lijst met namen. Mag niet. Mag niet in handen.
handen vallen van de tegenpartij, dat weet ik ja. Maar wie is die tegenpartij dan? Nu. Eriksson. Eriksson? Eriksson. Wees voorzichtig. Staan voor niets. Tom, Tom, waar heb je die Holbein verborgen? Hier? Nee, niet hier. Waar dan, Tom, waar? Theater aan de Wien. Na de voorstelling. Ja. Rechts. Voor het toneel. Ja. Voetlicht. Goed. Goed, Tom. Je zal de zaak voor in orde brengen. Aan wie moet ik een miniatuur geven? Rustig. Aan wie moet ik het geven? Hilda. Aan Hilda? Weet niets. Hij is vernietigd. Ja, 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 ja. Nou, rustig blijven liggen. Nou, niet meer praten. Er komt direct hulp. Tom. Dood. Verdomme. Nou, het hele huis is geen telefoon te bekennen, hoor. Hoe is het met hem? Hij is dood. Allemachtig. Je kent de man een groot deel van zijn leven. Je beschouwt hem als een van je beste vrienden en dan... blijkt ineens dat je hem helemaal niet goed gekend hebt. En het gevolg is dat hij... in een smerige achterafkamer sterft als een hond. Omdat iemand hem in zijn maag geschoten heeft. Verdomme nog toe. En waarom? Om de een of andere stomme lijst, om een vodje papier. Ja, en een Holbein. Ja, een Holbein. Nou, kennelijk vond hij die twee dingen belangrijk genoeg om voor te sterven. Nee, hij was nogal nuchter van aard. Als hij in confrontatie met het pistool van de tegenstander had kunnen voorkomen... dan zou hij dat zeker hebben gedaan, nee. Nee, laten we het maar noemen. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat is dan heel zacht uitgedrukt. Wat gaat er dan verder gebeuren? Maken dat we wegkomen. En Tom dan? Luister, wij gaan nu naar het hotel. Onderweg bel ik de politie anoniem. Die zorgen dan wel voor het lichaam van Tom. En wat doen we dan met die lijst en met die Holbein? Ik weet waar ze verborgen zijn. Heeft hij me nog kunnen vertellen. En ik weet ook wie er achter deze hele smeerboel zit. Wie dan? Een zekere Eriksson. Nooit van gehoord. Ik wel, maar dan in ander verband. Ja, maar hoe dan? Dat vertel ik je straks allemaal. Kom, we moeten naar weg. Waar kan dat terecht komen? Kom mee. Irene. Irene. Ongelukkig. Is tenminste zo verstandig geweest om naar de eigen kamer te gaan. Ja. Nou, waar zitten ze? Dank je. Wil je wat drinken? Huh? Ja, dat zal er liggen. Tjonge, jongen. Whisky? Whisky, ja. Whisky. Ja, nou. Zo. Als je wilt. Dankjewel. Nou, ik zou zeggen, laten we drinken op de nagedachtenis van Tom Kruijsen. Ja, en op de nagedachtenis van een dappere Tsjechische vrouw. Nou, laten we nou eens gaan kijken hoe de zaak ervoor staat. Ja. En hoe we hem tot een oplossing kunnen brengen. In de eerste plaats die miniatuur van Holbein. En de lijst van de Tsjechische ondergrondse verzetsmensen. Volgens Tom zijn die verborgen in het Theater aan der Wien. Een theater? Mm-hmm. Een openbare instelling, ja. Maar waarschijnlijk beter dan in een kluis. Nou, dat valt nog te bezien. Hoe het ook zij, morgenavond gaan wij naar dat theater. Gaan we eerst de voorstelling zien. En daarna laten we ons insluiten en bezoeken dan op ons gemak naar het miniatuur en de lijst. Want ik weet ongeveer waar Tom ze verborgen heeft. Waar dan? Ja, dat zeg ik je liever nog niet. Nee, niet omdat ik je niet vertrouw. Integendeel, begrijp me goed. Maar omdat je, als je iets niet weet, je ook niet gedwongen kan worden iets te zeggen. Nee, daar heb je gelijk in. Dat is goed. Ja, die Eriksson, dat is een man die voor niets uit de weg gaat. En ja, ik heb hem eens een keer ontmoet. Meneer is nou miljonair. Die zich met verzamelen van schilderijen is gaan bezighouden op een zeer merkwaardige manier. Als hij een schilderij hebben wil, dan krijgt hij het. Hoe, dat doet helemaal niet ter zake. Hij steelt het of hij begaat er een moord voor. Onfris, ja, zegt dat wel onfris. En nu heeft hij zich kennelijk ook met spionage ingelaten. Voor wie, dat is niet belangrijk.
Als hij dan maar geld had verdiend. Ja, maar weet je dat nou zeker? Ik bedoel, dat die Eriksson aan het hoofd van een bende staat. Ach ja, zeker weten. Ga nou de feiten eens na. Hè? Tom Kruijzer noemt vlak voor hij sterft de naam Eriksson. Ja. Omdat hij weet dat ik die ken. Hij waarschuwt mij in zekere zin. Nee, maar je hebt er geen harde bewijzen voor. Toegegeven, dat weet ik wel, maar ik maak me sterk dat wij in loop van deze hele zaak bewijzen genoeg zullen kunnen krijgen om die meneer Eriksson voor jaren achter de tralies te laten verdwijnen. Maar nou, het allerbelangrijkste op dit moment is die lijst met namen te vinden en de Holbein in veiligheid te brengen. Die lijst moet vernietigd worden. Ik zou trouwens niet weten wat ik ermee zou moeten doen. En die Holbein moet naar Toms vrouw. Dat miniatuur, dat zijn vermogen waard. En ze kan dat geld zeker uitstekend gebruiken. Ja, maar de man krijgt er niet meer terug. Nee, dat is waar. Nee. Huh? Maar ze zal toch moeten leven. Dat kan. Van de opbrengst van die Holbein. Maar nou is er nog iets anders. Het begint gevaarlijk te worden. Misschien, Bob. Misschien hoor. Als je je wilt terugtrekken. Nou, het is dat je goed kan hebben, anders zou ik me beledigd voelen. Ja, goed. Oké. Je kent de risico's. Ik ben blij dat je blijft. Oké. Ga naar mijn kamer. Ga slapen. Dat is mijn nachtje wel. Nou, maak je maar geen zorg. Er staat ons nog heel wat te wachten. Binnen. Igor. Ben jij matineus? Heb je al ontbeten? Nee. Geef me maar een kop koffie. Nou, jij bent 's ochtends niet bepaald op je best. Ik heb ook bijna niet geslapen. Oh. Alsjeblieft, Igor. Dank je. De zaken zijn vannacht fout gelopen. Oh ja? Tja, ik had je wel gewaarschuwd mijn lieve vriend Winter niet te onderschatten. Stomme Karel schoot mis. Karel? Ach, amateur. Oh? Ja, die vrouw hebben we te pakken gekregen. Janos is een voortreffelijk schutter. Maar Karel heeft Winter en zijn helper gemist. Met de machinegeweer notabene. Nou, je hebt geen halve maatregelen genomen. Winter was ons net iets te snel af. Ach, wat jammer nou, hè? Voor jou en voor Karel. Ja, voor Karel was het erg jammer. Wen is voorgoed verlost van een van haar criminele elementen. Wat voor Karel geldt, gaat ook voor jou, beste broer. Onze opdrachtgever houdt niet van fouten. Zeker niet van zulke grove fouten als jij gisteravond gemaakt hebt. En dat nadat ik onze onstuimige Hollandse vriend nogal uitputtend had bezig gehouden. Kennelijk toch niet genoeg om zijn reactievermogen aan te tasten. Lieve broer, als ik niet beter wist, zou ik denken dat je jaloers bent. Geen kwestie van. Ik heb er alleen de pest over in dat de zaak noodloos ingewikkeld gemaakt is. Kruijzer is nog steeds onvindbaar. En als dat Tsjechische wijf de assistent van Winter verteld heeft waar hij zich verborgen houdt, dan is de zaak voor ons afgelopen. In dat geval heeft Winter vannacht al contact gehad met Kruijzer en gaat het miniatuur en de lijst onze neus voorbij. Geloof jij dat de vrouw gepraat heeft? Mogelijk. Hoewel, Janos schoot vrij kort nadat de man bij haar binnen was gekomen. Ze was nogal achterdochtig van aard, dus... Ja, onder de gegeven omstandigheden kan je haar dat niet kwalijk nemen. Nee, maar dat betekent ook dat ze niet aan de eerste de beste gaat vertellen waar ze haar vriendje verborgen heeft. Nee, dat is zo. Ze zal eerst heel zeker van de zaak moeten zijn en daarvoor had ze gewoon geen tijd genoeg. Dus jij neemt aan dat Winter nog steeds niet weet waar hij Kruijzer moet zoeken. Ja. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij... Hoe laat kwam hij vannacht thuis? Dat weet ik niet. Direct nadat hij was weggegaan, ben ik ook teruggegaan naar mijn kamer. Ik ging er tenslotte vanuit dat Winter helemaal niet meer terug zou komen. Tja, ik heb een borrel genomen, gedronken op ons aller succes en ben naar bed gegaan. Een overmaat en gevoel kan jou in ieder geval niet verweten worden. Dat is toch ook helemaal niet nodig, Igor? Brengt tenslotte helemaal niets op. En dat is het enige wat jou interesseert? Of iets geld opbrengt? Juist. Wij moeten ons aan allebei de kanten dekken. En hoe wou je dat doen? Als hij niets weet en doorgaat met zoeken naar zijn vriend, dan is er niks aan de hand. Jij blijft hem in de gaten houden en op het moment dat hij ook maar iets laat merken, geef jij ons een seintje en wij werken dat verder af. Weet hij wel iets en heeft hij Kruijzer gesproken, dan zal hij nu achter de lijst en het miniatuur aangaan. In dat geval ben jij de aangewezen persoon om achter zijn geheimen te komen. Ja, ja. We laten hem rustig zijn gang gaan en pakken hem als hij zijn schatten gevonden heeft. Dat betekent dus dat jij ervoor moet zorgen al zijn handelingen en plannen aan ons door te geven. Als een echte Matahari. Inderdaad. Jij moet er alleen voor zorgen niet in de buurt van een vuurpeloton te komen. Laat dat maar aan mij over, beste Igor. Laat dat maar aan mij over. Goed. Als ik jou was, zou ik me nou maar met de heer Winter gaan bezighouden. Uw wens is mij een bevel.
Centrale? Kunt u mij doorverbinden met de kamer van de heer Winter? De onstuimige Irene, stralend als altijd. Wat een compliment, lieve Axel. Ja, ja. Wat mag ik voor je bestellen? Een licht onschuldig drankje voor de lunch, graag. Een licht onschuldig drankje voor de... Een sherry? Uitstekend. Een sherry. Moment. Over. Oh, ja. Mogen we misschien twee sherry's? Ja, wel niet. Zo, en waarom heb ik het genoegen van je matineuze telefoontje te danken? Heb ik je wakker gemaakt? Nee, ik was al op hoor, maar ik zou eigenlijk denken dat een vrouw als jij meestal rond deze tijd zo'n uurtje of één haar eerste telefonaat spreekt. Oh nee hoor, ik ben dol op vroeg opstaan. En ik wilde graag weten hoe het jou vannacht vergaan is. Hoe bedoel je dat? Nou, het lijkt me toch nogal duidelijk. Als de man met wie een uiterst plezierige avond hebt doorgebracht, plotseling wordt weggeroepen en hij geeft daar gevolg aan. Kijk, dan ga je als vrouw toch een beetje aan je eigen charmes twijfelen, kom, niet? Kom. Is alles naar wens verlopen? Nee, niet helemaal. Oh? Nee. Ik zou mijn assistent ontmoeten, hè, die mij naar een man zou brengen die een schilderij te koop aanbood. Midden in de nacht? Ja, midden in de nacht. Ach, je weet hoe dat gaat met die mensen, maar... Ze hebben een waardevol schilderij in huis. Ze willen dat graag verkopen zonder dat allerlei officiële instanties erachter komen. En dan gaan ze de meest wilde intriges verzinnen. Zoals bijvoorbeeld geheimzinnige ontmoetingen midden in de nacht. Oh, ik heb wel eens meer gekkere zaken meegemaakt. Oh. En heb je het schilderij gekocht? Nee, zo snel gaan zulke transacties niet. Nee, eerst heel goed kijken en dan nog eens kijken en dan de hele boel nog eens controleren. En dan heel misschien, als de prijs in orde is, wordt er misschien nog iets gekocht. Ach. Ja, dat is een hele lange weg te gaan hoor, voordat een schilderij, als het tenminste een bijzonder schilderij is, van eigenaar gewisseld. Maar je hebt het dus wel gezien? Nee, zelfs dat niet, nee. Oh. Toen ik op de plaats waar ik mijn assistent zou treffen aankwam, was hij nergens meer te zien. Wat gek. Ja. Ik heb even staan wachten. Toen ben ik via een omweg naar het hotel teruggegaan. Maar weet je wat nou zo vreemd was? Huh? Toen ik al bijna weer thuis was, hoorde ik opeens schoten. Schoten? Ja, het leek wel een machinegeweer. Schoten midden in het hartje van Wenen? Ach, Axel, je moet je vergist hebben. Ja, dat zal wel. Ach, ik was in elk geval toch te ver af voor. Gelukkig maar, hè. Ik bedoel, als het echt schoten geweest zijn, dan kun je toch beter een flink steun uit de buurt zijn. Dat is waar, ja. Alsjeblieft, Sherry. Dank je wel, hoor. Jouw Sherry, alsjeblieft. Zo. Yes. Nou, dat is een tijd wel voor genomen. Ja. Het schijnt typisch Oostenrijks te zijn. Langzame service. Ja. Nou ja, zolang we onze drankjes maar krijgen. Hè. Cheers nog een keer. Proost. Zo, en wat ben jij zelf van plan? Ik? Niets bijzonders. Vanmiddag wat winkelen. Vanavond. Ach, vanavond moet ik helaas met een cliënt naar het theater. Anders zou ik je graag gezelschap hebben gehad. Ja, dat gezelschap houden van jou, dat ken ik nu wel. Heb je bezwaar, hè? Oh, wat het mezelf betreft helemaal niet. Degendeel. Maar die cliënt, ja. Is ze erg mooi? Nou, dat geloof ik wel. Ja? Ja, ja. Oh. Ik schat er zo tegen de 60. Behoorlijke buik, kaal en zo. Schooier. Hoor ik daar een paar jaloerse geluiden? Oh, hooguit geïnteresseerde. Waar ga je heen? Ik heb kaarten besteld voor het Wienerburgtheater. Nou, dan ben je in ieder geval verzekerd van een goede voorstelling. Hopelijk zo goed dat mijn cliënt besluit de schilderij van mij te kopen. Oh, het is dus niet dezelfde als de geheimzinnige verkoper van gisteravond? Nee, die zal voorlopig wel niets van zich laten horen, denk ik zo. Het is toch een merkwaardig beroep, dat van kunsthandelaar. Niet merkwaardiger als bijvoorbeeld geheimagent. Wat heeft dat ermee te maken? Ach, in beide beroepen word je vaak voor vreemde situaties geplaatst. Heb je ervaring in die richting? Nee, alleen voor horen zeggen. Nee. Zullen we gaan eten? Ja? Met mij. En? Slimme vogel. En heel charmant. Ben je iets te weten gekomen? Niet veel, nee. Voor zijn uitstapje van gisteravond had hij een plausibel, zei het een beetje vergezocht verhaal. Maar toch heel geloofwaardig. Zo. Wat zijn zijn plannen? Onduidelijk. Ik ben er bijna zeker van dat hij Kruisen niet gevonden heeft. Waarschijnlijk is die assistent van hem vandaag druk aan het zoeken. Als wij hem niet kunnen vinden, kan hij het helemaal niet. Dat hopen we dan maar. Wat zijn de plannen voor vanavond?
Heel onschuldig. Hij gaat vanavond naar het Busch Theater met een cliënt. Heb je dat gecontroleerd? Ja, natuurlijk. Hij heeft bij de receptie 2 kaartjes besteld en die na de lunch, die overigens voortreffelijk was, opgehaald. Stond naast hem. Dan zullen we hem vanavond in theater gezelschap houden. Geloof je? Ik geloof niet. Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Mm-hmm. Heel verstandig, woordje. Heel verstandig. Oké, Bob. Dan maak je het als we wegkomen. Een plaatsje zoeken. We hebben ons een tijdje schoon kunnen houden, hè? Naast het toneel is een soort werkkast die niet meer gebruikt schijnt te worden. Je hebt je ook in de pauze goed de kost gegeven. Eerste vereiste als je wilt overleven, hè? Wijs man. Ga je mee? Die deur daar. Heb je hem gezien, Janos? Nee, meneer. Binnen niet en buiten ook niet. Misschien zaten ze boven. Had ik ze moeten zien. Ja. Misschien zijn we die Hollander toch misgelopen. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Maar ik begin het angstige voorgevoel te krijgen dat hij ons een streek heeft geleverd. Hoe bedoelt u dat? Hij heeft mijn zuster heel duidelijk gezegd dat hij vanavond in dit theater zou zijn. Hij heeft zelfs in haar bijzijn kaartjes gekocht voor de voorstelling. Maar hij is niet opkomen dagen. Waarom? Waarom, meneer? Omdat hij iets heel anders van plan was. En hij mijn lieve zustertje gebruikt heeft om vrij spel te hebben. Ja, inderdaad, oog. En als dat waar is, betekent dat dat hij toch contact heeft gehad met Kruisen. Gisteren of vandaag. En in dat geval... Heeft hij het miniatuur? Wat belangrijker is de lijst met namen. Ik geloof dat wij eens naar het hotel terug moesten gaan, beste Janos. Goed, meneer. En dan zullen we hem in zijn hotelkamer opwachten. Eens kijken wat hij dan te zeggen heeft. Zo. Hier is weg. Kom mee. Het is stikke donker. Doe dan de lantaarn aan. Maar zorg ervoor het licht op de grond gericht te houden. Oké. Okay. Zo. Is dat goed? Ja, dat is beter. Nou, naar voren, naar het toneel. Tom zei iets over het voortoneel en het voetlicht rechts. Het zou dus daar moeten zijn. Ja, maar er zijn 2 voetlichten aan de rechterkant. We nemen er ieder één. Hoe groot is zo'n miniatuur ongeveer? 3 bij 5 centimeter, niet veel groter. Is het erg kwetsbaar? Ja. Dan moeten we dus niet in de voetlichten zoeken, maar eronder. Zover was ik ook al gekomen. Maar goed, neem jij dan de meest rechtse, neem ik de tweede. De tweede, goed. Ja. Tom, wat bezorg je me toch weer een hoop werk, hè? Je zet niets. Maar die gluf loopt door. Hé, hey, hier. Hier ook al niks. Splinter. Wat is hier dan? Nee. Ja. Ja, ik voel iets. Ik moet mijn vinger erachterin te krijgen. En dan heel voorzichtig opduwen. Ja. Het voelt glad aan. Dat zal het zijn. Inderdaad. Een pakje met de juiste afmeting en keurig verpakt in zwart papier. Bob. Bob, kom eens hier. Gevonden? Ja, ik geloof het wel. Kom eens kijken. Ligt eens even bij. Gevonden? Ja, ligt er bij. Ja, alsjeblieft, de holbein. En achterop een fotonegatief. De lijst? De lijst, ja. Gefotografeerd op een klein blad negatief. Laat zich gemakkelijk vernietigen. Geef me eens even je aansteker. Wacht even. Ja. Juist. Dat smelt mooi weg. Mooi zo, hè? Niks van over. En als ik me dan niet vergist, dan heb ik negatief van hetzelfde formaat in mijn portefeuille zitten. Wacht, hou eens even vast, hou eens even vast. Ja. Ja. Ja, kijk eens, hier heb ik hem. Foto van een handschrift uit de 14e eeuw. Zo, en dan schuiven we dat achter het miniatuur. Dan pakken we het hele zaakje weer goed in. Zo. Wacht, luister nou eens. Ja? Waarom? Veiligheid, beste Bob. Veiligheid voor alles. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Weg van Wenen. Een hoorspel in 4 delen, geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling was als volgt. Axel Winter, Jan Borkus. Bob Manser, Hans Vierman. Igor Toeghoff, Hans Karsenbarg. Tom Kruisen, Hans Hoekman. Irene Toeghoff, Marijke Merkens.
Janosch, Pieter Groenier. Technische realisatie, Ad van der Ven en Léon Dubois. Regie, Hero Müller. Weg van Wenen. Een hoorspel in 4 delen, geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Müller. Vandaag deel 3. Zo, hier is er. Kom mee. Het is stikken donker. Doe dan de lantaarn aan, maar zorg ervoor het licht op de grond gericht te houden. Oké. Okay. Zo. Zo goed? Ja, dat is beter. Naar voren, naar het toneel. Tom zei iets over het voortoneel en het voetlicht rechts. Het zou dus daar moeten zijn. Ja, maar er zijn 2 voetlichten aan de rechterkant. We nemen er iedereen. Hoe groot is zo'n miniatuur ongeveer? 3 bij 5 centimeter, niet veel groter. Is het erg kwetsbaar? Ja. Dan moeten we dus niet in de voetlichten zoeken, maar eronder. Zover was ik ook al gekomen. Goed, neem jij dan de meest rechtse, neem ik de tweede. De tweede, goed. Ja. Tom, wat bezorg je me toch weer een hoop werk, hè? Je zegt niets, maar die gluf loopt door. Hé, hey, hier? Hier ook al niks. Splinter. Wat is hier dan? Nee. Ja. Ja, ik voel iets. Ik moet mijn vinger erachterin te krijgen en dan heel voorzichtig opduwen. Ja. Het voelt glad aan. Dat zal het zijn. Inderdaad. Een pakje met de juiste afmeting en keurig gepakt in zwart papier. Bob, kom eens hier. Gevonden? Ja, ik geloof het wel. Kom eens kijken. Ligt eens even bij. Heb je gevonden? Ja, ligt erbij. Ja, alsjeblieft, de holbein. En achterop een fotonegatief. De lijst? De lijst, ja. Gefotografeerd op een klein dat negatief. Laat zich gemakkelijk vernietigen. Geef me eens even je aansteker. Wacht even. Ja. Juist. Dat smelt mooi weg. Mooi zo, hè? Niks van over. En als ik me dan niet vergist, dan heb ik negatief van hetzelfde formaat in mijn portefeuille zitten. Wacht, hou eens even vast, hou eens even vast. Ja. Ja. Ja, kijk eens, hier heb ik hem. Foto van een handschrift uit de 14e eeuw. Zo, en dan schuiven we dat achter het miniatuur. Dan pakken we het hele zaakje weer goed in. Maar waarom? Veiligheid, beste Bob. Veiligheid voor alles. Maar die lijst hadden we toch aan de opdrachtgevers van Kruis kunnen geven? Jawel, maar we weten niet wie dat zijn. En ik wil niet dat deze lijst in handen valt van onze tegenstanders. Vergeet niet dat al 2 mensen om die lijst vermoord zijn. Ja, je hebt gelijk, En ik heb geen zin om mijn lot te delen. Althans, nee, althans voorlopig nog niet. Je hebt gelijk natuurlijk. Veiligheid voor alles. Alleen... Alleen wat? Ja, die Holbein lijkt me een fortuin waard. Groot genoeg om een moord voor te plegen. Inderdaad, maar er is 1 groot punt in ons voordeel. Wat is het dan? Van spionage weet ik niets af of zo goed als niks af, maar wel van schilderijen. Mocht dit kleinood dan toch in verkeerde handen vallen, dan zal ik maatregelen treffen waardoor de nieuwe eigenaar het zijn leven lang zal betreuren dat hij daar zijn vieze vingers naar heeft uitgestoken. Nou ja, hoe is die nieuwe eigenaar Eriksson heet? Juist, als die Eriksson heet. Oké, terug naar het hotel. Ik heb zin in een borrel. Ja, anders ik wel. Is de heer Winter aanwezig? Nee, hoogheid. De heer Winter heeft zich nog niet gemeld. Oh, hoe laat verwacht u hem? Ik moet hem dringend spreken. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar als het dringend is, kan ik hem natuurlijk een boodschap overbrengen. Nee, zo is het ook weer niet. Hartelijk dank. Tot uw dienst, hoogheid. Heb geluk, Janus. Winter is nog niet terug. Wat bent u dan van plan? Nog niet. Maar dat geeft ons tenminste de kans om plannen te maken. En dit keer komen Winter en zijn handlanger er niet zo gemakkelijk vanaf. Ik geef hem bellen. Wacht hier, hou de boel in de gaten. Als Winter binnenkomt, waarschuw je mij onmiddellijk. Oké. Kan ik even bellen, portier? Zeker, hoogheid. In de tweede zaal. Bedankt.
Met mij. Heb je nieuws? Nog niet. Verdomde stommeling. Sorry, maar Winter is niet komen opdagen. De informatie van mijn zuster was kennelijk onjuist. Volgens mij heeft hij haar verkeerde informatie gegeven omdat hij iets in zijn schild voerde. Dat betekent dat hij contact heeft gehad met Kruisen. Of erger. Dat hij de lijst heeft. Juist. Dat betekent dat er snel ingegrepen moet worden. En ditmaal mogen er geen fouten gemaakt worden. Er worden geen fouten gemaakt. Wat ben je van plan? Janus en ik nemen Winter en zijn assistent te pakken. Als ze daarmee klaar zijn, zullen ze heus wel gepraat hebben. Maakt u zich maar geen zorgen. Nee, dat is te gevaarlijk. Neem ze gevangen en breng ze hierheen. Ik zal persoonlijk met de heren praten. Ja, maar dan weet Winter... Dat ik erbij betrokken ben, juist. Maar als hij met Kruisen gesproken heeft, zal hij dat toch wel weten. En als ik met hem klaar ben, zal hij nog zijn assistent niet erg veel meer kunnen zeggen. En de vissen van de Donau zullen weer op een rijk maal kunnen rekenen. Hoe krijg je het hotel uit? Dat is jouw zorg. Goed, komt in orde. Zijn ze er al? Nee. Goed. We gaan naar de kamer van Winter en wachten ze daarop. Als ze binnenkomen, moeten ze meteen uitgeschakeld worden. Daarna gaan we met een dienstlift naar beneden, naar de kelder. En vandaar brengen we ze naar het huis van de chef. Begrepen? Ja, begrepen. Maar is het niet een beetje erg, Link? Orders van de chef. En denk erom. Dit keer mag er niets misgaan. Aan mij zal het niet liggen. Goed, kom mee. Dat heb ik trek aan boven. Nou, maar die krijg je toch? Zo, dit is het dan. Ja. Hé. Hey, wacht eens even. Wat is er? Verbrand licht in mijn kamer. Nou, heb je zeker dat het verbrand? Nee. Ik weet zeker dat ik het uitgedaan heb. Het zou me niks zo vonden als een bezoekgelap op. In elk geval lijkt het me veiligheid zeker voor het onzeker te nemen. Hier, doe het pakje in die koperen vaas die daar staat. Nee, maar is dat nou wel veilig? In elk geval veiliger dan wanneer ik het in mijn zak heb. Oké, goed. Zeg, luister eens, misschien is het wel beter om helemaal niet naar binnen te gaan. Zelfs als het onaangename gasten zijn, dan weten we eindelijk met wie we te maken hebben. Kom maar. Oké. Kom binnen, Bob. Meneer Winter, wilt u heel voorzichtig, zonder onverwachte bewegingen te maken, de deur sluiten? Er zijn twee revolvers op u gericht, met dempers. Verdomme. Hoogheid, dat het onverwacht genoeg is, hoe laat op de avond? Ik geloof niet dat ik uw begeleider eerder heb ontmoet. En is dat zware schut dan werkelijk nodig? Ik ben tenslotte een vredelievende kunsthandelaar en mijn assistent hier is al even ongevaarlijk. Daar zullen we het later wel eens over hebben. Nu gaat u met uw handen omhoog tegen de muur staan. De heer Mantzer eveneens. Ik ga nog ja, nee, liever. Verdomme! Het volgende schot is raak, meneer Mantzer. Janos is een uitstekend schutter. Ik ben niet... Doe wat u zegt, Bob! Ik geloof niet dat de directie van dit hotel uw activiteit op vrij zal stellen, waarde prins. Zo. Zijn we zo naar uw zin? Voeten nog meer naar achteren. Ach, ja. Veel misdaadfilms gezien. Deze methode is nog altijd effectief. En waarom heb ik de zaak is de eer van dit uitzonderlijk bezoek te danken? Ik dacht niet dat wij gemeenschappelijke interesses hadden. Oh nee. In ieder geval hebben we wel een gemeenschappelijke kennis. Ook een Nederlander, een zekere Kruisen. Een uiterst geraffineerde man die zich iets heeft toegeëigend dat mijn opdrachtgever toebehoort. Kruisen? Ach, dat vind ik nou een teleurstellend bericht. Ik heb hem altijd zo hoog geacht. Waar is Kruisen? Ik zou het niet weten. Ik heb hem maanden geleden voor het laatst gezien. In Amsterdam, uiteraard. Hij is hier. In Wenen. Merkwaardige samenloop van omstandigheden. En wij weten dat u contact met hem hebt gehad. Dat weet u meer dan ik, waarde prins. Kruisen heeft contact met u gehad. En u hebt iets in bewaring genomen. Ik weet niet waar u het over hebt. Ja, wij kunnen natuurlijk ook onprettige overredingsmethoden toepassen. U moet doen wat u niet kan laten. Maar ik garandeer dat je daar later spijt van zulft krijgen. Overigens... Deze houding begint beknapt nog wel velen. Ja, maar... Jullie blijven precies zo staan als je staat. Waar is Kruisen? Ik weet het niet. Waar is het pakje? Wat voor pakje? Janos, fouilleren. Oké. Probeer geen geintjes uit te halen. Ik ben een minstens even goed schutter als Janos. Blijf met je vuile... Blijf met je vingers uit mijn zakken. Hou je rustig, man. Zodem je erop. Eén verkeerde beweging en ik schiet. Zodem je erop. Heel verstandig, waarde Winter. Heel verstandig. Yes. Niks te vinden. Dan wordt het tijd dat wij andere methodes toepassen. Ben benieuwd. Oh, u zult toch voor heel wat verrassingen komen te staan. Maakt u zich maar geen illusies. Dat heb ik al lang afgeleerd. Janos, kijk of er buiten op de gang mensen lopen.
Alles veilig. Uitstekend. Heren, wij gaan nu naar buiten, nemen een dienstlift en lopen dan via de kelder naar de garage. Daar staat een auto. Ik hoef u niet te vertellen dat u bij de minst of geringste verdachte beweging neergeschoten wordt. En waar ben je ons naartoe? Dat merken jullie wel. Nou, vooruit. Winter, doe die deur open. Jazeker. Loop en een beetje gauw. Naar het einde van de gang. Opschieten! Lazarus. Portier. Ja, meneer? Ik vraag mij af of u mij van dienst zou kunnen zijn. Ik wil het zeker proberen. Heeft u bijzondere wensen? Ik zou graag het suite-nummer willen weten van de heer Axel Winter. Oh, dat is heel ongebruikelijk, meneer. De discretie van In dit geval is uw discretie lofwaardig, maar volstrekt overbodig. Mijn naam is Labes, Maximilian Labes. Oh. Ik ben de persoonlijke bediende van de heer Winter. Zijn huisknecht? Zijn butler. Er bestaat een essentieel onderscheid tussen een huisknecht en een butler, zoals u dient te weten, beste man. En nu wil ik graag het suite-nummer van mijn werkgever weten. Hij heeft mijn diensten dringend nodig. Nou, komt er nog wat van? Suite-nummer 6, op de tweede verdieping. Uitstekend. Wees dan zo goed mij een kamer op dezelfde verdieping te bezorgen. Er is alleen nog maar een kleine kamer vrij. Kamer 29. Oh, daar zal ik in dit geval genoegen mee moeten nemen. Goed, meneer. Wees zo vriendelijk mijn bagage even naar boven te laten brengen. Ik wil mij terstond bij mijn werkgever melden. Komt u daar, meneer. Meneer? Meneer? Mevrouw? Ik hoorde toevallig dat u naar de heer Winter vroeg. In welke aangelegenheid kan ik u dan van dienst zijn, mevrouw? Prinses Toegoff. Oh, hoogheid. Kunt u mij misschien ook zeggen waar de heer Winter op het ogenblik is? Het spijt me, hoogheid. Ik heb geen enkel idee. Ik ben vanavond uit Nederland aangekomen om meneer Winter terzijde te staan. Heeft hij dan moeilijkheden? Oh, zeker niet. Maar ik reis de heer Winter altijd achterna als hij langer dan 2 dagen wegblijft. Oh. Ten slotte is het mijn taak me om zijn welzijn te bekommeren. En ik kan u verzekeren dat ik mijn taak heel zwaar opneem. Heel zwaar. Ja, daarvan ben ik overtuigd, meneer... Labes. Maximilian Labes. Meneer Labes. Max, zo noemt de heer Winter mij altijd. Goed. Max, ik maak mij ernstig bezorgd. Hoe dat, hoogheid? Is er iets gebeurd? Nee, maar er had iets moeten gebeuren. Ik geloof niet dat ik u helemaal begrijp. Ik had namelijk een afspraak met Axel Winter. En daar heeft hij zich niet aan gehouden? Nee. Heel merkwaardig. Hij zou vanavond met een cliënt naar de Schouwburg gaan en daarna met mij nog een drankje in de bar drinken. En hij is niet verschenen. Nee. Wat onnadenkend. Mag ik u dan misschien iets aanbieden? Oh, nee, dankjewel. Dan is het misschien het beste dat ik u naar de suite van de heer Winter begeleid om te kijken of hij daar inmiddels is gearriveerd. Maar dat kan toch zomaar niet? Ach, hoogheid, wij zijn mannen van de wereld. Ik en de heer Winter. En misschien kan ik u daar dan een hartversterking aanbieden. Dat zou heel prettig zijn, Max. Mag ik u dan voorgaan, hoogheid? Heel graag. Heel graag, Max. Als ik mij dan niet vergis, moeten wij die kant op. Neem jij zelf niets, Max? Nee, dank u, hoogheid. Nooit als ik in dienst ben. Oh, nou. Op ons alle gezondheid dan maar. Op de uwe, hoogheid. Hou nou eens op met dat hoogheid. Zoals u verkiest, mevrouw. Noem me maar gewoon Irene. Dat zou ik niet over mijn lippen kunnen krijgen, mevrouw. Goed. Nou, wat doen we? Wachten? Er zal niets anders op zitten. Heb jij enig idee waar Axel kan zijn? Heb je geen adres van een relatie, kennis? Nee, de heer Winter is nogal onverwachts naar Wenen vertrokken op verzoek van de vrouw van een collega. Dat is alles wat ik ervan weet. Hoe bedoel je, onverwachts? Meneer Winter was aanvankelijk van plan naar Londen te gaan. Oh. Alle voorbereidingen waren getroffen. Is hij misschien in een gevaarlijke situatie beland? Meneer Winter? Oh nee, die jaren liggen achter hem. Vroeger, toen zijn vader nog leefde, voor wie ik de eer had te mogen werken. Vroeger was hij piloot en toen schijnt hij heel wat vreemde vluchten gemaakt te hebben. Oh. Maar gelukkig, sinds hij de zaak van wijde zijn vader heeft overgenomen, is hij tot het besluit gekomen en het inzicht dat soort zaken niet stroken met zijn stand en zijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Nee, ik kan me niet voorstellen dat de heer Winter zich in gevaar gestort heeft. Ik ben er niet zo zeker van. Gebeuren je vreemde dingen in Wenen de laatste tijd?
Ik heb zelfs gehoord dat er een zekere Eriksson is opgedoken. Eriksson? Ja, ken je hem? Niet persoonlijk, maar van reputatie. En die reputatie is niet zeer fijn. Hij schijnt zich met allerlei loesje zaakjes bezig te houden. Onder andere het kopen van gestolen schilderijen. Maar u neemt toch niet in ernst aan dat de heer Winter zich met de verkoop van gestolen schilderijen bezighoudt? Oh, nee, natuurlijk niet. Maar laten we de feiten nou eens rangschikken. Jouw baas komt onverwachts naar Wenen om een collega van hem te helpen. Op hetzelfde moment verschijnt die Eriksson. Zijn dat toevallige omstandigheden? Nee, misschien... Juist. En begrijp je nu waarom ik me ongerust maak? Ik ben erg op de heer Winter gesteld. Oh, ja, dat wist ik niet. Ja, hij is mij bijzonder sympathiek. Max, wat zou jij ervan denken als wij eens een bezoekje aan die Eriksson gaan brengen? Wat? Nu? Zo laat op de avond? Ja, waarom niet? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het komt me allemaal wat onlogisch voor. Max, vooruit, laten we gaan. Maar mevrouw, weet u dan waar hij zich ophoudt? Oh ja, natuurlijk. Het heeft in alle kranten gestaan. De komst van een miljonair blijft in Wenen nooit onopgemerkt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Kom mee. Baat het niet, schade kan het ook niet. Geen verdachte beweging, Winter. Naar binnen. Deur dicht, Janos. Ja, goed, baas. Deur open, jullie. Deur dicht. Naar binnen. Janos, jij blijft in de gang wachten en komt pas binnen als ik je roep. Komt in orde. Opschieten, jullie. Haastige spoed, weet je wel, Igor. Nou, gezellig donker heb je het hier. Doe het licht aan, Igor. Alsjeblieft. Mijn oude vriend Manuel Eriksson in eigen persoon. Het was mij liever geweest als we elkaar onder wat plezieriger omstandigheden hadden ontmoet. Ik heb er niet erg op moordenaars, Eriksson. Niemand kan van mij beweren dat ik een moordenaar ben, Winter. Je moordt of je laat moorden, wat is het verschil? Een heel groot verschil, neem dat maar van mij aan. Gaan jullie tegen die muur staan. En ik wil je handen zien. Zo is het goed. En nu, beste Winter, gaan wij eens een praatje maken. Ik heb je niets te zeggen. Dat lijkt me overdreven. Ik wil graag antwoord hebben op twee vragen. Waar is Kruisen en waar is het pakje? Ik zou het niet weten. Ik had je verstandiger gedacht. Ik geef je nog één kans. Waar is het pakje? Oh, Kruisen is opeens niet belangrijk meer. Het gaat mij om het pakje dat hij in zijn bezit had. Waarom praat je er van deze tijd? Omdat jij waarschijnlijk zo slim bent geweest dat pakje van hem over te nemen en ergens veilig op te bergen. Ik wil weten waar het is. Ik heb het dat hulpje van je ook al gezegd. Ik heb Kruisen niet ontmoet en ik weet dus ook niets van het pakje af. Maar ik zou wel eens willen weten waarom dat pakje zo belangrijk is dat jij zelfs een prinselijke loopjongen op me afstuurt om over zijn zuster dan maar te zwijgen. Dat gaat je geen bliksem aan. Nou, dat was dan een korte vreugde. En als je nou zo vriendelijk zou willen zijn de heer Toekhoff te vragen zijn pistool op te bergen, dan kunnen wij tenminste naar bed. Het is een vermoeiende avond geweest. Dat neem ik aan, ja. Igor, haal Janos binnen. Hier moet het ergens zijn. Als ik zo vrij mag zijn op te merken dat dit nummer 90 is. Dan zijn we dus te ver. 88. Hier moet het zijn. Er brandt nergens licht. Max, zeur niet zo. Neemt u me niet kwalijk, maar ik mag toch aannemen dat iedereen op dit uur van de nacht naar bed is. Neem maar van mij aan dat Eriksson nog op is. Oh, juist, ja. En wat bent u van plan te doen, aanbellen? Ach, natuurlijk niet. We maken de deur open. Maar mevrouw, dat kunt u niet doen. Dat is inbraak. Ach, wat inbraak. Tussen twee haakjes, Max. Ben je gewapend? Gewapend? Ik? Mevrouw, ik protesteer. Goed. Eens even kijken of deze loper op het slot past. Janos, doe hem de handboei aan. Goed, chef. Zorg ervoor dat je buiten schot blijft. Laat dat maar aan mij over. Een paar stappen naar voren, jij. Bedoel je mij soms? Ja, vooruit, naar voren. Doe wat hij zegt, Bob. Heel verstandig, Winter. Zo, daar staan blijven. Ja, handen op je rug. Ik zou nog liever... Oké, goed. Handen bij elkaar. Ja, zo. Zo, dat is voor elkaar, chef. Uitstekend. Kom hier naast me staan. En nu wil ik de waarheid horen. Welke waarheid? Die van jou of die van mij?
Je schijnt de ernst van jouw positie nog steeds niet in te zien, Winter. Uit je houding blijkt dat je precies weet wat er in dat pakje zat. Daarom doe je zo koppig. Je hebt kennelijk met Kruisen gepraat. En als je nu wilt dat je assistent heel langzaam aan flarden geschoten wordt, moet je vooral je mond houden. Goed. Ik heb met Kruisen gesproken. Waar is hij? Ergens waar jij hem niet kan bereiken. Vooruit, zeg op waar? Hij is dood. Dood? Dood, ja. Door een paar kogelwonden veroorzaakt door een van jullie wapens. En het pakje? Ik weet waar hij pakje. Ik weet alleen dat hij een paar keer de naam van een vrouw heeft genoemd. Elena. Dat is die Tsjechische. Hou je mond, Igor. En verder niets. Behalve dan dat hij me vroeg zijn vrouw te groeten. Vuile moordenaars. Mond houden, jij domme. Au. Ik zei moordenaars. Zo zie je maar weer. Adel verloopt zich niet. Wat? Igor, beheers je. Zo komen we niet verder. Voor het eerst geloof ik dat Winter de waarheid spreekt. Waar is het lichaam van Kruisen? Waarschijnlijk in een lijkenhuis, ergens in de stad. En waar heb je hem gevonden? Gaat hij gaan fixen, man. Zo, dat viel mee. Hoewel ik heftig moet protesteren tegen deze gang van zaken. Sst. Nu zachtjes naar binnen. Ik ga voor. En de deur niet dicht doen, maar op een keer laten staan. Zo goed, mevrouw. Ja, ja. Blijf achter me. Ik heb een revolver. Maar als er gevaar... Dan zal ik heus niet aarzelen om te gaan schieten. Goed, mevrouw. Daar, onder die deur, een lichtstreep. Inderdaad. Waar licht brandt zijn mensen. Kom mee. Dat is de stem van meneer Winter. Waar Winter is, moet ook Eriksson zijn. Max, ga hier naast de deur staan. Uitstekend, mevrouw. Wapens neer, haal er omhoog! Ja, rennen! Vuile verlaatster! Vuile verlaatster! U hebt geluisterd naar het derde deel van Weg van Wenen. Een hoorspel in 4 delen, geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling. Jan Borkus als Axel Winter. Hans Vierman als Bob Manser. Hans Karsenbarg was Igor Toegoff. Marijke Merkens, Irene Toegoff. Pieter Groenier was Janosch. Paul van der Lek, Eriksson. Frans Somers was Max Labes. En Willy Ruys was Portier. Technische realisatie Ad van de Ven en Léon Dubois. Die regie had Hero Müller. Weg van Wenen. Een hoorspel in 4 delen, geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Müller. Vandaag het 4e, tevens laatste deel. Hoewel ik heftig moet protesteren tegen deze gang van zaken. Sst. Nu zachtjes naar binnen. Ik ga voor. En de deur niet dicht doen, maar op een keer laten staan. Zo goed, mevrouw. Ja, ja. Blijf achter me. Ik heb een revolver. Maar als er gevaar... Dan zal ik heus niet aarzelen om te gaan schieten. Goed, mevrouw. Daar, onder die deur, een lichtstreep. Inderdaad. Waar licht brandt zijn mensen. Kom mee. Is de stem van meneer Winter? Waar Winter is, moet ook Eriksson zijn. Max, ga hier naast de deur staan. Uitstekend, mevrouw. Wapens neer, haal er omhoog! Ja, rennen! Verdomme, mijn hand! Vuile verraadster! Vuile verraadster! Dat was een eerste waarschuwing, lieve Igor. Ik hoop dat dat de laatste is. Irene? Verrek, als we alles gehad hebben, krijgen we dat ook nog. Verklaringen volgen ter bestemde plaats. Eriksson, handen netjes naast elkaar op je bureau, zodat ik ze kan zien. En jij, Janosch, 1 verkeerde beweging. Je weet dat ik uitstekend kan schieten. Je verbaast me, Irene. Ik had je intelligenter gedacht. Ja, voorlopig lijk ik de zaak toch in handen te hebben, beste Eriksson. Ja, ik zweer je, vuile sloerie, dat ik je te pakken zal krijgen. Jij hebt altijd meer gepraat dan gedaan, hè, beste broer? Wees blij dat ik je alleen maar in je hand geschoten heb en niet ergens anders. Wat dat betreft ben ik het met je eens, Irene.
Op dit moment heb jij de touwtjes in handen, maar lang kan dat niet duren. Er komt een moment dat wij weer tegenover elkaar staan. Of het moest zijn... Dat ik jullie hier nu een kogel door je kop schoot? Dat bedoel je toch niet waar? Inderdaad, maar ik geloof niet dat jij daar het karakter voor hebt. Ach, ik heb daar het karakter niet voor. Mis, ik had dus toch gelijk. Alleen omdat ik dat wilde. Mag ik eindelijk eens weten wat er eigenlijk aan de hand is? Het lijkt me dat dat wel duidelijk is. Een paleisrevolutie? Ja, zo zou je dat kunnen noemen. Maar je weet toch even goed als ik, beste kind, dat de meeste paleisrevoluties mislukken? De meeste? Blijven jullie de hele nacht nou zo doorpraten? Neem me niet kwalijk, lieve Axel. Ik geniet altijd van die discussies met Eriksson. Ze stimuleren me. Ik zou jou wel eens stimuleren. Broertje, laat ik je nu eens en voor altijd zeggen je mond te houden. Sloeri! Hou je mond, Igor. Ze heeft gelijk. Max? Tot uw dienst, mevrouw. Nou, nog mooier. Allemachtig. Max, waar kom jij vandaan? Uitleg komt later wel. Eriksson? Sta op en ga naast Igor en Janos staan. Tja, zo is het ver genoeg. Geheel tot uw dienst, hoogheid. Janos, de sleutel van die boeien. Gooi ze op de grond. Chef, doe wat ze zegt, Janos. Straks kunnen we op ons gemak met haar afrekenen. Ach, je hebt je personeel aardig onder de duim, Eriksson. Tot voor kort, ja. Max, pak die sleutel en maak Winter en Bob los. Komt in orde, mevrouw. Janos, Igor en Eriksson, nu als de donder kleren uittrekken. Ben je nou helemaal gek geworden? Absoluut niet. Of schaam jij je voor je zuster? Ik heb geen zuster meer. Des te beter. Nou, komt er nog wat van? We kunnen maar beter doen wat ze zegt. Heel juist. Axel? Ja? Raap hun kleren op en leg ze op een hoop voor de deur. Ja, in orde. Dat ook, Eriksson. Domme, alles uit. Max. Neem me niet kwalijk. Meneer, mevrouw. Al goed. Bob, zou jij die drie met hun eigen handboeien aan elkaar willen klinken? Met genoegen, hoor. Wat ben jij eens helemaal van plan? Ach, daar kom jij gauw genoeg achter, broertje. Ben je zover? Muur vast. Ja, ik heb alle kleren. Als het dit zo'n precaire situatie was, zou de klucht zijn. Dat ben ik met je eens, Axel. Maar we zijn er nog niet. En daar zeg jij een heel waar woord. Ik had het over ons, niet over jullie. Jullie zijn bijna aan het eind van de rit gekomen. Jij durft ons toch niet te vermoorden. Het komt alleen niet zo goed uit op het ogenblik. Kun jullie alleen maar belachelijk maken. Axel, steek die kleren in brand. Wat? Dat kun je niet doen. Begin je het nu eindelijk te begrijpen? Hier, vermoord ik je voor. Grote woorden, grote woorden. Stop er wat stukken papier tussen de brand. Ja, dat had ik al gedacht. Zo, naar je zin. Mama. Uitstekend. Max en Bob, jullie gaan naar buiten kijken of de kust veilig is. In orde, kom mee, Max. Ik blijf liever... Doe wat ik zeg. Uitstekend, mevrouw, alhoewel... Ik... Max. Goed, mevrouw, ik ga al. Brandt het? Ja, het begint toch flink te roken, in elk geval. Des te beter. Willen de heren nu keurig op de grond gaan zitten? En zonder protesten? Zo, dan moeten wij nu afscheid van jullie nemen. Ik neem aan dat jullie over een half uur wel uit deze precaire situatie bevrijd zullen worden. En als dat nou eens niet zo is? Dan spijt me dat. Vooral voor jou, Janos. Maar ja, wie met vuur speelt. Ja, ik begrijp. Hierrijden, we moeten maken dat we wegkomen. Jij eerst. Ja, oké. Dan heb ik nu de eer u te groeten. Vuile sloerie. Wij ontmoeten elkaar nog wel. Wees daar maar zeker van. Ik zal me op verheugen als het zover is. Goedenacht. Hier, de auto van Igor. Ja. Te maken dat we wegkomen. Ja. Over een paar minuten zal de brandweer weggewaarschuwd worden. Ja, vooruit, toch vandoor. Nou, biedt als ik er wat van begrijp. Dat was ik wel. Uitleg komt straks. Na een hete douche en een flinke borrel. Ja. Schiet op, in de auto. Mevrouw, meneer. Oh, dankjewel, Max. Dat is net wat ik nodig had. Dankjewel, hoor. Een whisky voor Bob. Ja, bedankt. Ik zou zelf ook maar iets te drinken nemen, Max. Als ik zo vrij mag zijn. Ja, je mag. Ten slotte ben je door ons in een hachelijk avontuur betrokken. Een inherenterende gebeurtenis in mijn anders zo geordend leven, meneer. Nou, als je zover bent. Hè? Prachtig. Nou, op ons alle gezondheid. En dat we ons nog wel lang van mogen genieten. Cheers. Santé. Dat had ik net nodig, hè? Nou, anders ik wel. Ik begin nu pas de zenuwen te krijgen. Nou, Irene, je was fenomenaal. Zo voelde ik me helemaal niet, hoor. Ik had het gevoel alsof ik ieder ogenblik door de knieën kon gaan. Letterlijk, als figuurlijk. Oh ja. Een fantastische operatie. Mag ik daar mijn welgemeende gelukwensen aan toevoegen? Dank je, Max. Mooi.
Mooi. Maar nou je uitleg, zeg. Ik wil nu echt wel eens weten waar we eindelijk aan toe zijn. Er zijn natuurlijk wel allerlei schokkende dingen gebeurd, maar hoe het nou echt in elkaar zit, dat zal jij eens moeten vertellen, Irijn. Ja. Hè? Ja, het is allemaal een beetje moeilijk. Begrijpelijk, natuurlijk. Ik moet jullie vragen om alles wat ik ga vertellen als een geheim te beschouwen. Je hebt mijn woord. Je hebt mijn ook, hoor. Mijn lippen zijn voorzichtig. Ik ben u volledig toegewijd, maar dat wist u al. Dank je. Axel, ik wil jou eerst even iets laten zien. Mij laten zien? Kijk, ja. Heb ik het? Dit? Hier, ja. Ach. Kijk. Alsjeblieft. Carte d'identité? Wel allemachtig. Franse geheime dienst? Jij bent lid van de Franse geheime dienst? Ja. Van een afdeling die zich bezighoudt met industriële contraspionage. Wel, neemt u me niet kwalijk, maar is dat wel een respectabel beroep? Nee, misschien niet, maar je moet tenslotte leven. Ja. Het spijt me, Max, maar als ik je teleurgesteld heb... Maar u bent toch wel een koninklijke hoogheid? Ja, hoor. Oh. Raszuiver. Gelukkig. Ja, dan kun je wel lachen, maar ik begrijp er niets van, hoor. Echt niet. Nou, laat me dan even bij het begin beginnen. Ja, hoe eerder, hoe liever. Een paar jaar geleden kreeg onze dienst inlichtingen op een klein groepje spionnen die zich op een uiterst geraffineerde manier bezighielden met industriële en economische spionage. Uh-huh. Allerlei hoogst vertrouwelijke zaken van grote industrieën bleken opeens aan concurrerende firma's bekend te zijn. Ja, zelfs industriële atoomgeheimen uit Frankrijk dook opeens op in Japan. Ach, ja. We wisten dat er een groep spionnen bezig was die zich van de geheime meester maakte en ze vervolgens aan de hoogst biedende klant verkocht. Uh-huh. Na een periode van lang speurwerk kwamen wij achter dat Eriksson het brein achter de organisatie was. Eriksson, ja. Maar zijn medewerkers kenden we niet. We wisselden, begrijp je, en werden telkens maar voor één keer bijeengehuurd. 2 jaar geleden kreeg ik de opdracht om me in de organisatie van Eriksson te dringen. En zo van binnenuit de zaak op te rollen. Aanvankelijk een onmogelijke opgave, dat begrijp je. Ja. Ik bedoel, iedereen wist natuurlijk wie Eriksson was en wat hij voor smeerlapperij uitgehaald had. En nog uithaalde. Maar hoe in zijn nabijheid te komen, en nog moeilijker, hoe zijn vertrouwen te winnen, zodat ik als lid van zijn organisatie beschouwd zou worden. Ja. Toen opeens had ik geweldig veel geluk. Ik ontmoette namelijk mijn broer. Igor. Ja. We hadden elkaar in jaren nauwelijks gesproken, laat staan gezien. Hij was altijd het zwarte schaap van de familie geweest, altijd op zoek naar het grote geld en altijd balancerend op de rand van de afgrond. Dat is al best. Ja. Je kent hem. Enfin, we ontmoetten elkaar heel toevallig in Parijs. Ik deed me voor als een wat aan lager wal geraakte playgirl die voor goed geld tot heel wat in staat en bereid was. Hij trapte erin en bracht me in contact met iemand die mij in heel korte tijd heel veel geld kon laten verdienen. Wie beschrijft mijn verbazing toen ik een paar dagen later aan de grote Eriksson zelf voorgesteld werd? Nou, hij vertrouwde me vanaf die eerste ontmoeting. Ten slotte was ik de zuster van zijn vertrouwdste medewerker. Ja. Blijkbaar scheen hij te denken dat het familiebloed zich niet zou verloochenen. Heeft hij zich behoorlijk in vergist dan, hè? Nou, tot mijn geluk, ja. Al heel gauw begreep ik dat hij zich niet langer met industriële spionage bezighield, maar ook met politieke. Uh-huh. Hij was namelijk met een zaak bezig voor een of andere inlichtingendienst uit een land in het Oostblok. Ja. Er scheen een lijst met actieve ondergrondse verzetstrijders te bestaan die het verzet in Tsjechoslowakije had gereorganiseerd. Die lijst, geplakt achter een miniatuur van Holbein, moest hij hebben. Ja, precies. Ja. Als hij eenmaal in handen had, zou hij $1 miljoen uitbetaald krijgen, plus dat miniatuur. Tja. Die lijst werd door een Tsjechische vrouw naar Wenen gesmokkeld. Een vrouw die ooit eens door een Nederlandse agent gered werd. Ja, dat was Tom Kruijsen. Tom Kruijsen. Hij zou de lijst en het schilderijtje in ontvangst nemen en voor het transport naar de Verenigde Staten zorgen. Bij aankomst van Kruijsen in Wenen werd hij vervolgd door Janos en mijn broer, naar het adres van Elena. Mm-hmm. Daar aangekomen bleef Igor wachten en ging Janos nieuwe instructies halen bij Eriksson. Toen hij terugkwam, zag hij net Kruijsen de deur uitgaan. Hij schoot, raakte Kruijsen in de maag. Ach, ja. Op dat moment werd de deur weer opengetrokken, kwam Elena naar buiten rennen en sleepte Kruijsen naar binnen. Bang dat ze de politie zou bellen, bleven Igor en Janos wachten. Maar toen er niets gebeurde, drongen ze de flat binnen en vonden de vogels gevlogen. Waren kennelijk via de brandtrap ontvlucht. Ja, wat zit erin, hè? Natuurlijk. Elena heeft toen Kruijsen naar een veilig adres gebracht en daarna zelf het miniatuur en de lijst verstopt. Ze moest immers wachten op een nieuw contact of, nou, als dat niet kwam, op nieuwe instructies. Nee, ja. Ons stond toen inmiddels ook niets anders te doen dan te wachten op nieuwe ontwikkelingen. En die kwamen in de persoon van jou, Axel en van Bob. Ja, maar ik wist van niks. Ik bedoel alleen dat Tom werd vermist en dat zijn vrouw doodsangst uitstond.
Hij was tenslotte een oude makker van mij, Tom. En ik vond het de natuurlijkste zaak van de wereld om te proberen hem te vinden. En als hij in moeilijkheden was, hem te helpen. Ja, ja. Maar toen Eriksson jouw naam hoorde, was hij ervan overtuigd dat jij de nieuwe contactman was. Ik? Ja. Ah. Hij kende je reputatie. Hij beval Igor en mij jou in de gaten te houden. En Janus moest Bob volgen. Ja. Met het bekende gevolg. Janus schoot Elena neer. Jullie kregen een aanval met een open te verduren die godzijdank mislukte. Ja. Nee, maar hoe wisten ze nou waar wij elkaar zouden treffen? Hè? Van mij. Van jou? Ja. Ja, ik moest geloofwaardig blijven. He, hoewel het mij wel aardig wat moeite gekost heeft. Ik wist hoe meedogenloos mijn broer is, maar... Nou ja, ik heb het geloof ik wel een beetje goed gemaakt. Maar ja... Max, schenk nog eens wat in als je wilt. Hoe bedoelt u, meneer? Nou, gewoon een fles leeg schenken en een glas, weet je wel. Oh, ja, fles. Ja, neemt u me niet kwalijk. Nee. Helemaal niet hoor, helemaal niet. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje onthutselig ben. Ik kon niet anders, Axel, begrijp je? Ik moest het zo doen, anders zou mijn hele missie mislukt zijn. Nou, ik begrijp het natuurlijk wel. Maar dan heb ik er wel een beetje moeite mee. Ach, ik ben romantisch genoeg om te geloven dat onze eerste ontmoeting iets meer was dan alleen maar een handeling van een actief geheimagente. Mag dat was ook zeggen, zo. Hè? Ja, het was ook zo. En daarom heb ik nu gehandeld zoals ik gehandeld heb. In strijd met mijn opdracht. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u. Als u mij vergunt te zeggen, ik bedoel, ik kan me uw handeling heel goed voorstellen. Neemt u me niet kwalijk. Oh, dank je, Max. Alsjeblieft, meneer. Dank je wel, mevrouw. Bob. Ja, bedankt, hoor. Als u mij vergunt, zou ik een toast willen uitbrengen. Ja, ik weet wel dat het mij niet past, maar in dit bijzondere geval... Ga rust je gang, hoor, Max. Ga rust je Dank u, meneer. Ja. Ik zou willen drinken op diegene die gekozen heeft tussen plicht en hart. Tussen onmenselijkheid en menselijkheid. Op haar koninklijke hoogheid, prinses Irene Tuchov. Dank je, Max. Ja, drinken. Ja, drink ik ook op, hoor. Proost. Zo. Zo, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar wat gaan we nu doen, hè? Want het is duidelijk dat Eriksson een en ander niet op zich zal laten zitten. Nee, ik kan je begin voor innemen. Het is dus zaak om zo snel mogelijk weg te komen. Naar huis, met de miniatuur. Je hebt het dus. Laten we zeggen, ik weet waar ik het kan vinden. Oh, dat... Dat is geweldig. We moeten ons in twee groepjes splitsen. Dan gaan Max en Irene per trein naar Amsterdam. Bob en ik zaten in een vliegtuigje naar huis. Een vliegtuig met piloot? Nee, ik ben zelf een vrij goed vlieger, zeg ik het zelf. Overhaal uit mijn diensttijd. Ja, maar die allemaal niet goed voor is. Sommigen wel, sommigen niet, hè. En wie neemt de holbij mee? Dat beslis ik pas morgen. Waarom morgen pas? Hoe minder ieder van ons weet, hoe beter dat is. Oh, nou, het is geen kwestie van vertrouwen. Het is alleen een kwestie van praktische veiligheid. Ja. Hè, kijk, als Eriksson jou of Max of Bob vannacht nog te pakken krijgt, weten jullie niet waar dat miniatuur is. En ik zal er wel voor zorgen dat ze mij niet te pakken krijgen. Nee, maar het lijkt misschien wel een overbodige voorzorgsmaatregel. Nee, maar ik vind het toch prima zo. Ja? Ik vind het prima. Nou, vooruit er maar. Ja, je hebt misschien wel gelijk. Ik geloof dat we nou maar moeten gaan slapen, lieve mensen. We hebben een drukke nacht achter de rug en morgen wordt het nog veel drukker. Slapen? Huh? Zei je toch, Axel? Ja, slapen. Nou ja, slapen nou niet meteen. Nee, dat denk ik ook niet. Niet meteen. Ja? Met mij. Winter en zijn assistent hebben een vliegtuigje gehuurd. En Irene? Ja, die is nog in het hotel. Janus houdt de zaak in de gaten. Waar ben jij nu? Op het vliegveld. Goed. Probeer achter het vluchtplan van Winter te komen en huur ook een vliegtuig. Ja, maar ik kan niet vliegen en de piloot is de link. Ik kan vliegen. Zorg dat over een half uur de zaak in orde is. Goed, chef. Met Winter spelen we nu de laatste ronde. Een vliegtuigongeluk. Oorzaak onbekend. En daarna reken ik met Irene. Nou, dat was geluk, hè? Ja. Hoe bedoel je? Toen jij nog bezig was met die hele stad, toen kwam Eriksson met een rotgang naar de verkeerstoren rijden. Oh ja? Nou, dan heeft een van zijn helpers ons gevolgd. Dat zat er natuurlijk in, of niet zo? Ja. Maar voorlopig zullen ze ons niet te pakken krijgen, hoor. Dan weet je, een lijnvlucht kost ze uren. En een chartervlucht? Met een vreemde piloot in hun kist durven ze echt niks. Neem dat dan van mij aan. Nou, dat betekent dus dat ze ons voorlopig niks kunnen maken. Voorlopig? Haha, helemaal niks hoor. Zodra we in Amsterdam zijn, zitten we veilig. Ik heb nog wat oude vriendjes bij de politie. En ook de kennissen van Hilde Kruijsen zullen zich wel met de bescherming bezighouden. Je geeft die holbein dus aan mevrouw Kruijsen? Ja, licht. Zij heeft er toch immers recht op. Tom heeft er met zijn leven voor moeten betalen, je neemt me niet kwalijk. Ja. Ja, een hoge prijs voor een paar vierkante centimeters beschilderd hout. Ja, zo kun je het ook bekijken.
Nou ja, het belangrijkste is dat die lijst met de namen van de verzetstrijders vernietigd is. Ja, maar ik neem aan dat ons dat toch niet in tank afgenomen zou worden, hoor. Nog door Irene, nog door de opdrachtgevers van Tom Kruijzer. Nee, maar dat is tenslotte hun risico. Ja, ja. God, wat een smerige wereld, hè? Zeg, chef. Ja? Wie heeft nou eigenlijk dat miniatuur? Hoe bedoel je dat? Nou, vanochtend, voordat je vertrok, heb jij Max en Irene een pakje gegeven. Was dat het miniatuur? Weet je, is dat voor jou een vraag, hè? Voor mij een beetje. Ja, want toen jij in de lobby van het hotel stond, toen liet je een pakje dat net even groot was in de brievenbus bij de balie glijden. Jou blijft niets verborgen, nee, hè? Nee, want als ik me nou niet vergis, dan zit er ook nog een pakje dat net zo groot is in je borstzak. Ja. Weet je, dat betekent, hè, dat wij het risico met 2/3 hebben verminderd. Oh. Ja, oh, ja. Want kijk, als Max en Irene door Eriksson als handlangers gefouilleerd worden, en ze vinden dan een pakje waar niks anders in zit dan een paar waardeloze stukjes karton, hebben wij toch tijd gewonnen? Ja, maar wat gebeurt er dan met ze? Nou, gebeurt er met ze niks. Althans, voor zover ik het karakter van meneer Eriksson kan beoordelen. Hij moordt alleen maar als het noodzakelijk is. Hij misschien wel, maar ik zou niet graag hetzelfde willen zeggen van die Janos. Of van dat lieve broertje, die ja, Igor. Ja, ja, dat zijn eenmaal onbekende factoren die we voor lief zullen moeten nemen. Ah, maar maak je niet te veel zorgen, jong. Irene is uiterst competent. Ze is zich echt wel bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Max, hoor. Ja, was ik daar nou maar zo zeker van. Nou, kijk, het is er immers in het belang van haar eigen veiligheid dat ze Max zoveel mogelijk beschermt. Oké, laten we het hopen. Pas op! Een vliegtuig! Daar! Waar? Ze schieten op ons! Verrek, ja, ik zie ze daar! Vuilakker! Daar! Ja, we zullen ze een lesje leren. Hou je vast! Daar! Recht omhoog! Ze proberen achter ons omhoog te komen! Ja! Maar dat zal ze niet lukken! Een oude met zijn looping, hou je vast! Oké! Nou, die knaap kan er anders ook wat van. Ja. Zijn we ze kwijt? Nee. Ze zitten maar. Zitten schuin boven ons. Waar? Daar. Oh ja, ik zie ze. Dat is het Cessna. Pas op, schieten! Verdomme, ik moet boven ze zien te komen. Het lijkt wel of hij iedere beweging kent. Weet je, dat moet een oude oorlogsvlieger zijn. Ja, dat moet Eriksson zijn. Ja, ja. Dat is Eriksson. Heeft zijn kuntjes geleerd bij de Luftwaffe. Haha, meneer, maar dat ken ik ook nog wel een paar. Kun je ze nog zien? Ja. We zijn nou buiten hun schootsafstand. Maar ze halen ons snel in. Moet je luisteren. Op het moment dat ze ons op schootsafstand genaderd zijn, geef jij me een waarschuwing. Ja. En op dat moment neem ik gas terug. We duiken naar beneden. De rest zie je dan vanzelf wel. Nou, ik blijf hopen op een goede afloop. Pas op. Daar komen ze. Kijk uit, daar gaan we. Lager. 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 Pas op! Pas op die bergwand! Oh god! Wat? Op het nippertje. Ja, is prima. Kijk eens! God nog aan toe! Ze zijn tegen die berg op gelopen. Ja, nou, beter zijn dan wij. Dat scheelde maar een haartje. Maar daar gaat het er altijd om. Dat hele kruid een beetje verschil. Maar toch had ik je dat niet toegewenst, hè? Maar zij ons wel. Ja, dat zal dan wel. Nou, geef mij maar Amsterdam. Daar houden we het dan maar op, hè? Max blijft wel lang weg. Zou er iets met hem en Irene gebeurd zijn? Mm-hmm. Hoe laat is het nu? Nou, de trein is pas een half uur geleden op het centraalstation aangekomen. Misschien kon hij geen taxi krijgen. Nee. Meneer Winter. Max! Max, wat ben ik blij je gezond en wel terug te zien, kerel. Waar is Irene? Haar koninklijke hoogheid vond het beter mij niet langer te begeleiden. Wat? Hoe bedoelt u dat? Wat is er gebeurd, kerel? Vertel op nog. Meneer, voordat ik u verslag doe van mijn wedervaren, ja, wees u zo goed mijn ontslag te aanvaarden. Dat zeg je me. Ik ben niet langer waardig om in dienst van een heer te zijn. Maar dan sta je dat toch te raaskallen. Bob, geef wat te drinken. Ja. Max, ga zitten en vertel. Wat is er nou? Hè? Ik ben eigenlijk wel toe aan een alcoholische versnapering. Dank u. Jij ook? Ja, geef mij de opbrengst. Ja. Want ik heb zo het gevoel dat we in de komende ogenblikken enige schokken te doorstaan krijgen. Goed. Nou, kijk eens alsjeblieft. Maar wat zie je nou toch uit, man? Heb je soms een kater? Ja, alsjeblieft. Eentje voor Max. Ja. Nee, dat niet. Maar wel iets dat erop lijkt. Nou, proost dan, hè? Op de goede afloop. Ja. Maar er is geen goede afloop
Ik heb uw vertrouwen beschaamd. Oh, Max, dat zal allemaal best meevallen. Drink nou eerst een drankje maar op. Proost. Op uw gezondheid. Gezondheid. Zo. Zo, en nou je verhaal. Wat is er nou gebeurd? Hè? Ja, iets vreselijks. Maar laat ik bij het begin beginnen. Ja, doe maar. Wij zijn volgens uw instructies naar het station gegaan en hebben daar nog plaatsen kunnen krijgen in de Wenen-Amsterdam Express. Ja. Keurige plaatsen, als ik het zo zeggen mag. Een slaapcabine voor mevrouw en een couchette voor mezelf. Mm-hmm. Maar gedurende daglicht deelden we hetzelfde compartiment. We hadden ons net geïnstalleerd toen de trein vertrok. Nou, het laatste rukje. Ik ben blij dat er niets op onze weg gekomen is. Ach, natuurlijk niet. Eriksson en mijn broer zullen zich wel tweemaal bedenken voordat ze iets proberen uit te halen. Of niet, ze weten niet wie ze moeten volgen. Ja, dat zal wel waar zijn. Als ik me permitteer te zeggen, maar ik zal pas gerust zijn als ik het pakje aan meneer Winter overhandigd heb. Het is een bijzonder grote verantwoordelijkheid. Ja, dat begrijp ik, Max, maar kop op. Ik ben er ook altijd nog. Kom, ik heb zin in een drankje. Oh, zal ik iets voor u halen? De restauratiewagen zal wel al open zijn. Nee hoor, nee. Ik zorg altijd zelf iets bij me te hebben. Zo, de onontbeerlijke hupfles. En twee zilveren bekertjes. Mevrouw is bijzonder goed uitgerust. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Alsjeblieft, Max. Als u het mij vergunt. Tuurlijk, vooruit. Op het slagen van onze onderneming. Proost. Op uw gezondheid. Dank je, Max. Een voortreffelijke cognac. Ja, ja. Alleen het beste is goed genoeg voor ons. Drink nog wat. Met uw welnemen. En Max, wat ga jij doen als je weer in Amsterdam bent? Ik zal... Winter gaan. Wat zeg ik nou? Ik zal voor meneer Winter... Wat is er opeens met jou aan de hand? Ik weet het niet. Max! Zo slaap. Zo slaap. Welterusten, Max. Spijt me, maar ik kan niet anders. Toen ik wakker werd, kwamen we net Amsterdam binnen. Mijn paspoort, treinkaartje en een witte envelop lagen netjes op de bank tegenover mij. In de envelop zat een brief die aan u is gericht. Aan mij? Ik heb hem niet gelezen. Oh, laat eens zien. Alsjeblieft, meneer. Lieve Axel, sorry dat ik dit de goede Max moest aandoen, maar het kan niet anders. De lijst met namen behoort ons toe en de Holbein beschouw ik als een beloning voor 2 jaar hard en gevaarlijk werk. Als we elkaar onder andere omstandigheden hadden ontmoet, was het ons misschien beter vergaan. Nu moesten de dingen gaan zoals ze zijn gegaan. Veel liefs, je Irene. Zo. En dat is dan dat. Jammer alleen dat prinses Toegevelder aan merken zal dat er in het pakje alleen maar een paar waardeloze kartonnetjes zaten. Wat zegt u me? En naar de lijst van namen zal ze wel ten eeuwige dagen blijven zoeken, want die is al lang vernietigd. Oh, het is toch. Maar de Holbein dan? De Holbein, hier, in mijn borstzakje, waar hij al de hele tijd zit. En dat is dus dat. Ja. Meneer Winter, ja, ik hoop dat u mijn ontslag niet wilt aanvaarden. Op geen enkele voorwaarde. Ik denk er niet aan. Dank u, meneer. En als ik nog iets mag vragen... Nou, vooruit dan maar. Ik hoop nooit meer naar Wenen te hoeven. Waarom niet? Ik ben weg van Wenen. U hebt geluisterd naar het 4e en laatste deel van... Weg van Wenen, een hoorspel geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling was als volgt. Axel Winter werd gespeeld door Jan Borkus. Bob Manser, Hans Veerman. Igor Toeghoff, Hans Karstenbarg. Irene Toeghoff, Marijke Merkens. Eriksson, Paul van der Lek. Max Labes, Frans Somers. En Janosch werd gespeeld door Pieter Groenier. Technische realisatie... Ad van de Ven en Léon Dubois. Regie in handen van Hero Muller.